We lopen in. Qua tijdstip. En daarmee wil ik de vergadering open. Van harte welkom op de raadscommissievergadering van 15 mei. We hebben een afmelding, of een aantal afmeldingen ontvangen. Meneer Hof en mevrouw Kappert van gemeentebelangen. Meneer Schuurman van gemeentebelangen. En de heer Nijburg van de ChristenUnie is afwezig. Speciaal woord van welkom aan meneer Massier. Van harte welkom in ons midden in de eerste commissievergadering. En daarmee heb ik agenda punt 1 gehad. En ga ik over naar agenda punt 2, spreekrecht van de burgers. Er hebben zich geen burgers aangemeld om te spreken. Vandaar dat ook agenda punt 2 is afgewerkt. En gaan we verder naar het vaststellen van de agenda. En ik stel voor om de agenda te volgen zoals voorgesteld. Ik zie geen lampjes en daarmee is de agenda ook vastgesteld. Waarvoor dank. We gaan naar agenda punt 4, kerngezond Dalfsen. De nota preventief gezondheidsbeleid is voorgelegd aan de raadscommissie. Meneer Uitslag is de behandelend wethouder. Voor mij de eerste keer dat u aan die kant van de tafel zit, meneer Uitslag. En ik aan deze kant. Veel succes. Komt allemaal nog, meneer Van Leeuwen. We hebben in december 2016 een startnota vastgesteld voor het preventief gezondheidsbeleid. En de raad heeft daarmee ingestemd om 3 gekozen programmalijnen, mijn excuses, waarin vroeg aandacht voor de zwakkere groepen, armoede, drugs en de financiële gevolgen van het beleid in op te nemen. Al deze zaken zijn verwerkt in de conceptbeleidsnota. En het is nu aan de raad en aan de raadscommissie om erover te spreken en om de relevante gedeelten vast te stellen. Ik stel voor in 2 ronden te behandelen, informatief waarin u de vragen kunt stellen en vervolgens de opinierende ronde en dan probeer ik samen te vatten. Wie heeft vragen over de nota preventief gezondheidsbeleid? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb 1 vraag. U geeft aan, in een reactie op de opmerking van de sportraad, of sportverenigingen zelf afwegen of ze al dan niet in gezondheidsbevorderende programma's stappen, aan dat u de sportverenigingen in de rol van alcoholverstrekkers aanspreekt en vanuit het wettelijk kader van de drank- en horecawet en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan. Waar wij even benieuwd naar zijn is van hoe dat aanspreken nu in zijn werk gaat. Kunt u ons daarin meenemen? En wat zijn uw ervaringen tot nu toe hiermee? En hoe pakken de sportverenigingen deze rol op? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Het gaat om, wat mij betreft, ook nog even over de kosten. En in de nota en in de toelichting staan 2 verschillende bedragen genoemd. Enerzijds 80.000 euro en anderzijds 90.000 euro. Kunt u dat verklaren? Of is het misschien zo dat het ene bedrag alleen in 2017 is en de andere 2018 en daarna? En de tweede vraag, ook over de kosten, is: kunt u ook aangeven hoeveel van deze bedragen out of pocket zijn? Dus hoeveel je echt contant uit moet geven en hoeveel daarvan in personeel zit en of dat personeel al bestaand personeel is, alsof dat weer nieuw personeel is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In de nota lees je terug dat er veel aandacht is voor alcoholgebruik. Drugsgebruik krijgt ook zeker aandacht, maar mag wat ons betreft meer benoemd worden. Wij vinden de aandacht voor drugsgebruik net zo belangrijk als alcoholgebruik. Het CDA zou dan ook graag zien dat het gebruik van drugs evenveel aandacht krijgt als het gebruik van alcohol. Graag een reactie van de wethouder hierop. Dank u wel, mevrouw Rameman. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. In de nota missen wij de consultatiebureaus. Of een verwijzing of wat ook maar. En de consultatiebureaus lijken ons nou echt preventief. Dus daar willen we graag vragen waarom die er niet in zit. Of dat ze gekomen. Nou, of de wethouder iets over kan zeggen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Links van mij geen vragen. Meneer Uitslag, en nu de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant de eerste keer, maar bedankt voor de successen, wensen. Sportraad, de vraag van de VVD. Sportverenigingen en alcohol. Handhaving is nu juist weer niet mijn portefeuille. Nee, dus dan moeten we bij de burgemeester zijn, dat is gemakkelijk. En hoe de gesprekken verlopen, wat ik begrepen heb, in goede harmonie. Maar dat is wat ik begrepen heb. Ik sluit niet uit dat de burgemeester een andere ervaring heeft, maar dan moet u me even zelf vragen. Dus het valt even buiten de strekking van dit agendapunt. Maar ik wil daar best de burgemeester vragen bij u op terug te komen. De kosten. Ja, 80 of 90, zei u, meneer Royakkers. Ik kon dat niet zo even goed plaatsen. Ik zie 80.000 staan. En het raadsvoorstel, dat is wat mij betreft wat aan de raad wordt voorgelegd. En als er een omissie is dat het een hoger bedrag moet zijn, dan worden jullie daarvoor de raad nog gecorrigeerd. Dus dan ontvangt u een nieuw voorstel. En of er ook personeel of out-of-pocket is, vergeef mij dat ik dat detailniveau het antwoord niet direct kan geven. Maar als u daar behoefte aan heeft, dan wil ik u dat wel doen toekomen. Drugsgebruiken, ook belangrijk. Of het preventieve in ieder geval daarop. De preventie. Eens. Hier, de nota ademt heel veel accent op alcohol uit. Hè. Heel preventieplan, onderdeel 3 uit mijn hoofd. En dat heeft met name te maken met het feit dat we verplicht zijn, uit het kader van de drank- en horecawet, om dat op te nemen. En van die andere twee nog niet. En daarmee zit dus ook wel het verschil. Dat wil niet zeggen dat we de drugs en roken overigens ook niet ook net zo belangrijk vinden. Maar daar hebben we niet een apart programma voor of preventieplan voor gesteld. Omdat het nu een keer niet wettelijk verplicht is. Dat wil niet zeggen dat we daar geen aandacht voor hebben. Consultatiebureaus, mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ik heb hem dat niet scherp. Volgens mij hebben we ook niet alle andere uitvoeringsinstanties benoemd. GGD wordt overigens wel genoemd. Nou, en daar zit wel duidelijk een link. Hebben ze een belangrijke preventieve functie? Nou, dat zijn we gewoon met elkaar eens. Naar aanleiding van de beantwoording. Aanvullend. Dan hoor ik graag uw opinie. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Nou, allereerst dank voor deze goed leesbare nota. Preventieve gezondheidsbeleid is een onderwerp dat de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen. Het is een van de knoppen waar je als overheid aan kan draaien om ervoor te zorgen dat de zorgkosten verminderen en wellicht beter beheersbaar kunnen worden. Input op het ontwikkelde beleid vanuit de samenwerkingspartners, de participatieraad en de sportraad laten zien dat we dit als gemeente serieus gaan oppakken. De afweging die u gemaakt heeft om preventief gezondheidsbeleid toch apart aan te bieden en niet onder te brengen onder de doelen van het transformatieprogramma Sociaal Domein onderschrijven we voor nu. Wel denken we het gehele sociale domein goed is ingericht vanaf dat moment het preventief gezondheidsbeleid hierin onder te gaan brengen. We hebben hier nog straks nog wel een vraag over, maar die komt straks bij de behandeling van het volgende punt op de agenda. Dan gaan deze twee even door elkaar heen lopen wat ons betreft. U geeft als alternatief aan dat de gemeente meer op afstand van het veld zou kunnen opereren. Een terugtredende overheid, voor de VVD een belangrijk punt. Toch is dat voor nu onwenselijk. We zijn bezig met een enorme operatie, de transitie van het sociaal domein. En we hebben dit nog niet volledig op de rit. Dan moeten we als gemeente zichtbaar zijn en de regie pakken. We wensen het college alle succes toe met de uitvoering. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. We zijn blij met de nota. Goed leesbaar, goed verwoord. We zijn er ook blij om dat er is gekozen om de vermenging met het transformatieprogramma Sociaal Domein wat te voorkomen. Ik snap heel goed wat er geschreven wordt over de overlap, maar een uitvoeringsprogramma veronderstelt toch een wat meer praktische inslag. Dus in die zin vinden we dat een goede keuze. En de onderwerpen die hier benoemd staan, daar stemmen we ook direct mee in. Maar dan, wat gaan we nou doen? Behalve terugkoppelen en stand van zaken melden. Want de raad komt volgens mij verderop niet meer in beeld. Daar lijkt het tenminste erg op in dit stuk.
mogelijk bij een terugkoppeling van resultaten nog wel wat, maar bij de vaststelling van uitvoeringsplannen en het ter hand nemen van die plannen al helemaal niet meer. Misschien is dat eigenlijk wel een vraag. Klopt dat? En uitvoering is hier wel belangrijk, want beleid is goed. Hè? Het is goed dat je kaders meegeeft, maar hoe bereiken we nou die jongeren die te veel drinken, te veel roken of anderszins in de problemen komen? Of anderen die niet helemaal voor zichzelf kunnen opkomen en voor zichzelf kunnen zorgen. Wat gaan we doen om dat te verbeteren? Nogmaals, een goed verhaal, maar het verdient echt nog wel een slag uitwerking, een diepere slag uitwerking. En de vraag die ik daarbij heb is, komt dat dan nog op in de raad? Die concrete voorstellen van wat we nou echt gaan doen. Dank u wel. En mag ik concluderen dat u instemt met de... Die conclusie is helemaal juist. Dank u wel, meneer Wildvank. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een integraal stuk met veel verbindingen tussen de diverse partners en afdelingen. Hier is sprake van samenwerken. De eventuele overlappingen met de transformatie vanuit het sociaal domein worden als kans gezien. Dit ondersteunen wij van harte. Er is om input gevraagd bij de Sport- en Participatieraad. Dit creëert draagvlak. Samenwerken, kansen zien en draagvlak creëren. Volgens ons zijn dit de juiste ingrediënten voor een kerngezond Dalfsen. We wensen u dan veel succes met de uitvoering. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Ellenbroek, gemeentebelang. Ja, dank u, voorzitter. Allereerst dank voor deze heldere en goed leesbare nota. Wij waarderen het dat er draagvlak is bij alle relevante partners en dat zij ook hun inbreng hebben kunnen leveren. In de inleiding zegt u dat een deel van de activiteiten al langer worden uitgevoerd vanuit andere beleidsterreinen. Het nieuwe is dat meer samenhang en coördinatie wordt aangebracht en dat alles gericht op gezondheidsdoelen. Bij de kanttekeningen zegt u dat de aanwezige overlap, en de heer Wildvank attendeerde daar ook al op, verwarring kan opleveren bij de samenwerkingspartners en inwoners. Ook in onze fractie kwam deze gedachte naar boven. Voorzitter, gemeenten hebben een taak bij de preventie voor alle inwoners en bij selectieve preventie gericht op specifieke risicogroepen. Door de decentralisaties die de afgelopen periode zijn doorgevoerd, hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden gekregen, waardoor de prikkels om aan preventie te doen zijn toegenomen. De onderdelen visie, prioriteiten en doelen geven ons een goed inzicht in hoe wij de gezondheidsbevordering in onze gemeente willen oppakken. De gecombineerde leefstijlinterventies van de drie programmalijnen spreken ons aan. Wij willen hier ook graag het belang van slimme innovaties en technologie voor preventie benadrukken. Verandering in leefstijl valt niet af te dwingen. Dat moeten we ook niet willen. Maar het kan mensen wel gemakkelijker worden gemaakt. Mensen maken graag gebruik van slimme technologie, apps en games. Denk bijvoorbeeld aan de vele hardloop-apps en stappentellers waar mensen gebruik van maken. Of de apps om gezonder te leven en de jong en oud kunnen gebruiken. Bij het uitvoeringsprogramma zegt u dat de gemeentelijke bemoeienis geen uitgangspunt is in het gezondheidsbeleid. Door het zelforganiserend vermogen van onze inwoners zullen er initiatieven bestaan of gaan ontstaan. Wij denken ook dat dit een juiste insteek is. Het tijdspad bij het uitvoeringsprogramma is zeer uitvoerig omschreven en we zien dan ook uit naar de gezondheidsmanifestaties die ieder jaar worden gehouden en de evaluatie aan het eind van de beleidsperiode. Bij het preventieplan alcohol zien we dat u extra aandacht gaat schenken aan maatregelen om wederverstrekking tegen te gaan. Volgens ons is dit een goede maatregel, want ook wij horen regelmatig van 18-minners dat ze toch wel erg gemakkelijk aan alcohol kunnen komen. Voorzitter, gezond leven moet niet iets speciaals zijn, maar een normaal onderdeel van het dagelijks leven. Wij stemmen dan ook in met de onderdelen 1 en 2 van beide nota's en hebben kennis genomen van het uitvoeringsprogramma. Dank u. Dank u wel, meneer Ellenbroek. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een goed leesbare nota met veel inhoud. Complimenten voor de opstellers. De inspraak is goed opgepakt. De blauwe zone is ambitieus en een goed streven. De gemeente als regisseur en aanjager zijn het mee eens. Werken vanuit bottom-up, prima. Het preventieplan alcohol, we zijn het eens met de visie en de ambitie en alle inzet is hard nodig. Er zijn 4 punten die we graag extra aandacht willen geven, die dat meegenomen kan worden naar de uitvoering. Het eerste. In deze nota zitten ook veel diepere vragen. Bijvoorbeeld, hoe kijk je aan tegen gezondheid, tegen maakbaarheid, eigen verantwoordelijkheid? Welke norm hanteren we? Ziek zijn is geen keuze. Een gezond levensstijl is geen garantie. En daar moeten we ons bewust van zijn en blijven. Vooroordelen liggen zo op de loer.
Pas op voor de tweedeling gezond, niet gezond. Het tweede punt. Het gaat over de relatie gezondheid en geld. Armoede heeft op veel manieren veel invloed. Bijvoorbeeld het eigen risico niet kunnen betalen, dan maar niet naar de dokter gaan. Gezonde voeding is duurder dan ongezonde voeding. En dat is wel heel raar. Schulden, stress, nog meer schulden, nog meer stress. Dus ook zeker een link naar het armoedebeleid. Ook omdat de overheid in veel gevallen de grootste schuldeiser is. Het derde punt. Bij kwetsbare groepen valt de meeste winst te halen. En hoe vind je hem? Mantelzorgmakelaar, medische beroepen inschakelen, scholen, wijkgewijze aanpak, sociaal kernteam inzetten. Let hierbij wel op de privacy. Mensen kunnen zich schamen en niet gevonden willen worden. Het vierde punt is communicatie. Vaak en veel. Gratis voorlichting, het inzetten van rolmodellen, lage drempels. We spraken met een aantal mensen uit de sport en ze wisten niet eens van het bestaan van een jeugdsportfonds. En steeds weer blijkt dat er heel veel is in de Alsen, maar men leest iets alleen op het moment dat het actueel is. Samengevat, voorzitter, een prima nota, prima uitgangspunten. We hebben voor vier punten aandacht gevraagd. 1. Ziek zijn is geen keuze. 2. Denk aan de relatie armoedebeleid en gezondheid. 3. Zoek de kwetsbare groepen op. En 4. Communicatie, communicatie, communicatie. Dank u wel, voorzitter. 4, 5, 6. Communicatie. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. Ja, wat moet je hierna nog, hè? Zo, we hebben cursus een keer gehad, spreken in het openbaar. En dan moet je nog herhalen wat je hebt gezegd. Dus dat is prima gegaan. En we hebben ons ook in de vergadering van 6 december positief uitgelaten over de startnotitie over dit onderwerp en het daarin voorgestelde beleid. En we hebben zelfs de wethouder destijds, de andere wethouder, voorgehouden of de ambitie niet te hoog is gesteld. En nu we de uitwerking van het voorgenomen beleid voor ogen hebben, kunnen we nog steeds positief zijn over wat DALF de komende jaren wil nastreven en bereiken. En denken dat de hoge ambitie tenminste als stimulans kan dienen om de gestelde doelen te behalen. Want het zal nog een hele toer worden als de uitvoering aan het breed samengestelde veld wordt overgelaten. Samenhang en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties met diverse belangen is een noodzakelijke voorwaarde, maar wel lastig. Dit vinden we echter wel een sterk punt in het geheel. Zoals in de nota ook genoemd, het gaat hierbij dan vooral over de onderdelen zoals armoedebeleid, welzijn, sport, mantelzorg en meer in het algemeen het verbinden van de zwakke en sterke groepen. Een opvatting die we ook teruglezen in het inspraakverslag. Waar we echter wel van schrokken, is de opmerking dat we als gemeente of samenleving nauwelijks in gesprek zijn met de kwetsbare groepen die in de hiervoor genoemde overleefmodus staan. Dat veronderstelt dat we ze nauwelijks kennen of niet weten te bereiken. Gelukkig zien we ook hier dat er eerst prioriteit aan wordt gegeven. Ter afronding, voorzitter. Het voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan heeft onze volledige steun. In het bijzonder omdat de benadering uitgaat van 4 punten, mevrouw Lars. Andere 4. Weerbare en veerkrachtige inwoners. Een eigen verantwoordelijkheid. Op de tweede plaats vroegtijdige signalering op in lage ervaren gezondheid. Goede doorverwijzing en een passend aanbod. En op zijn laatst een betere verbinding tussen gezondheidsbevordering, welzijn en eerste lijns gezondheidszorg. Eerste lijn zorg in het algemeen. We willen de komende tijd ook andere beleidsstukken die verband houden hiermee en met de uitvoering graag blijven toetsen aan deze uitgangspunten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Uitslag, mag ik uw reactie op de inbreng? En er zijn nog enkele vragen tussen de opinie doorgesteld of in de opinies gesteld. Nou, dan ga ik die proberen mee te nemen. Daar waar ik ze mis of gemist heb, dan zult u me vast helpen herinneren. Dank u wel, voorzitter. De moeilijkheid van deze nota is wel dat die inderdaad gaat over gezondheid, maar dat gezondheid nogal breed is. En dat gezondheid nogal breed is, maar dat ook de transformatie waar we mee bezig zijn, dat nogal raakt. En dat het ook sportbeleid raakt. En ook armoedebeleid raakt. Dus ja, het is een van de pijlers van ons beleid. Wel zelfstandig leesbaar, maar we kunnen ze ook weer niet los van elkaar zien. Hè? Dus de aandachtspunten die u heeft geraakt, die u genoemd heeft. Ik onderstreep ze, ik kan ze alleen maar beamen. En weten dat we daar ook alert op zijn. Het is goed als gemeente zichtbaar te zijn, communicatie ook gehoord.
Nou, helemaal mee eens. Daar doe ik ons best voor. Al is het maar om die groep kwetsbaren te vinden, hè, zoals de heer Royakkers aangeeft. Hoe vinden we ze? Nou, dat is moeilijk. Ook omdat ze niet gevonden willen worden soms, vanwege schaamte. Nou, daar moeten ze zo snel mogelijk vanaf. Want je hoeft je nergens voor te schamen. Het is zeker niet een keuze om ongezond te worden. Gezondheidsbeleid is preventief, maar geen garantie voor de toekomst. Ja, allemaal waar. Daarom staat deze nota ook misschien wat breder ingestoken dan gezond zijn is niet ziek zijn. Gezond zijn is je welbevinden. En het kan best zijn dat je nog wel wat mankeert, maar het nog steeds wel naar je zin hebt. Dus deze nota ademt ook veel, een veel bredere aanvliegroute in. Uit, moet ik zeggen. Die ademt die uit. En daarmee is die ook veel meer beoogd om juist die kwetsbare groep zich minder toe te schamen en ook meer naar buiten te komen. En daarmee kun je ook het gesprek op andere elementen aan dan van bent u wel gezond. En dan kun je ook gaan, dan kun je ook praten over sporten, kun je ook praten over armoede, kun je ook praten over enzovoort. De ambitie niet te hoog. Nou, ik ben blij dat de heer Royakkers ook aangeeft dat we met deze nota op de goede weg zitten om die ambitie waar te maken. Ook daar weer zonder de garantie dat het ook helemaal gaat lukken. Maar de insteek is er zeker. Preventieplan alcohol, goed om meegenomen te hebben, gehoord. De CME's, zoals ik al aangaf, dat betreft voor ons ook, betreft ook iets breder. Ook roken en drugs hoort daar natuurlijk bij. Dat zijn twee andere grote bedreigingen. Op het moment van opstellen was alcohol wel wat groter qua omvang en qua vraagstuk. Dus daarmee hebben we ook denk ik wel recht gedaan aan het vraagstuk wat voor lag. De uitvoeringsnota krijgen we nu nog te zien als raad. Nou, volgens mij hebben we vorige week net gesproken over de rol van de raad bij de verschillende notities. En uitvoering zat daar bij het college. U mag daar natuurlijk op controleren. Maar dan liefst op de hoofdlijnen van de beleidsnota. Dit stuk. Maar ik ben natuurlijk meer dan bereid om daarover te communiceren. En wat we doen. Maar ik wil ook weer niet wachten tot ik een heel plan heb klaarliggen en dan pas beginnen. Dat gaat ook van acquiet, wat mij betreft. Mevrouw de voorzitter, mag ik daar even een reactie op geven? Meneer Wildvank. Ik ben me nog wel bewust van datgene wat we vorige week hebben besloten. Volgens mij stond dat het stuk in de beleidsfase, of in de uitvoeringsfase, ter informatie wordt aangeboden. Dus wel vooraf, volgens mij. Maar ik heb hier de vraag ook vooral gesteld omdat dit beleidsstuk nog wel heel erg op hoofdlijnen blijft. En je dus nauwelijks een idee kunt krijgen wat je nou eigenlijk gaat doen. Dus daarmee kom je als raad wel op afstand te staan. Dat is de reden van mijn vraag. Want je weet eigenlijk niet goed waar je nu een zwengel aan geeft. Ja. Oké, ik heb wel het gevoel bij uw discomfort. U krijgt de notitie, de uitvoeringsnota, dan ook te zien inderdaad. Dan is ook wel het moment, denk ik, mocht er echt niet mee eens zijn om daar maar dan opinierend over te praten, denk ik. Want we moeten ook eens een keer dan weer uitvinden hoe dat gaat. Maar het is ook weer niet zo dat we nu hierover gesproken hebben en daarna nooit weer. Dus wat mij betreft hebben we met elkaar een open dialoog. Ook zeker over zulke belangrijke onderwerpen. Ik zit even te kijken of ik nog meer dingen gezien heb. De slimme innovaties en technologieën, gemeente belangen genoemd heeft. Wat mij betreft komen die ook bij de uitvoeringsfase en dat meer om de hoek kijken. Maar ik denk dat u dat zelf ook zo ziet. En volgens mij heb ik daarmee alles gehad. Voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Volgens mij ook. We hebben het gehad over de visie, ambities die hoog liggen. Integrale aanpak met raakvlakken op verschillende beleidsvelden. De samenwerking, vroegtijdige signalering, communicatie, draagvlak. En ook in preventieve zin over alcohol, drugs en roken. En we hebben gehoord dat de wethouder heeft gezegd dat de raad nog wordt geïnformeerd over de uitvoering. En dat noteren we dan als toezegging. Dank u wel. Meneer Royakkers wil nog reageren. Mag ik nog één raad meegeven aan de wethouder? Als het een wijze raad is. Nou, het komt van mijn dochter. En het gaat over die gestelde doelen. En we hebben gezegd dat we die erg ambitieus vonden. En mijn dochter zei vroeger wel eens tegen mij, papa, als je de lat te hoog legt, dan loop ik eronder door. Dus ik zou oppassen met ik zou wel realistische doelen proberen te stellen. In elk geval van jaar tot jaar. Dus dat is een raad voor de... Voorzitter, als ik dan de raad vanuit de gemeenteraad
mag waarderen. De andere wijsheid zegt ook, hè, maar het is meer Robin Hood, je moet wat hoger mikken om te kunnen raken. Daarmee gezegd hebben dat het een wijze raad is, hij neemt hem ter harte. En daarmee concludeer ik dat u allen in kunt stemmen met de voorgestelde nota en dat we als akkoordstuk dit preventief gezondheidsbeleidsplan kerngezond Dalfsen als akkoordstuk op agenda van 29 mei zullen plaatsen. Waarvoor dank voor uw inbreng. We gaan over naar agenda punt 5, de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In het kader van de transformatie willen we als gemeente integraal werken binnen het sociaal domein. En voor cliënten moet het makkelijk zijn om een vraag op het gebied van zorg bij de gemeente neer te leggen, zonder dat ze zich af hoeven te vragen onder welke wet dat valt. Vanuit deze gedachte is er sinds 2015 gestart met het samenbrengen van verschillende onderdelen. En een van de onderdelen die je kan samenvoegen, dat is het juridische aspect. En dat is nu de nieuwe verordening die voor ligt. Het is vrij technisch, maar voor de Raad is er een oplegger gemaakt met de verwijzingen en de inhoud. En ik stel voor om te behandelen in twee ronden, waarin eerst informatief uw vragen kunnen gesteld worden. En in de tweede hoor ik graag uw opinie of u daarmee kunt instemmen. Wie kan ik het woord geven voor het stellen van vragen? Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb drie korte vragen. In het stuk staat dat de nieuwe structuur zorgt voor minder uitvoeringsbevoegdheid bij de gemeenteraad. Dit zou anders ingevuld kunnen worden. Mijn vraag zou zijn van waarom is daarvoor gekozen en wat wordt er dan nu weggehaald bij de raad met welke reden? Tweede vraag is, we hebben nog niet zo lang geleden vrij langdurig in deze raad gediscussieerd over de hoogte van allerlei tarieven. Begrijp ik het nou goed dat die hele vaststelling van tarieven op dit moment naar het college wordt toegehaald? En de laatste vraag, die is wat technisch van aard. Stel we willen het bedrag van het mantelzorgcompliment veranderen, verhogen, verlagen. Betekent dat deze verordening moet worden aangepast of wordt dat er buiten gehouden? Heldere vragen, meneer Wildvank. Zijn er nog meer vragen die we willen stellen? Meneer Veldhuis, VVD. Nou, eigenlijk een korte vraag. Ik had net al even aangegeven bij het vorige punt. Ik zie namelijk in dit stuk staan, even kijken hoor, een gezamenlijke verordening vormt een belangrijke basis voor het samenvoegen van onderdelen binnen het sociaal domein om in de praktijk integraal te kunnen werken. En mijn vraag is nu, zeker als ik ook even kijk naar het vorige punt, daar halen we juist preventief gezondheidsbeleid, halen we er juist uit. Staat dit dan het integraal werken niet in de weg? Dank u wel, meneer Veldhuis. Nog meer vragen? Meneer ja. Ellenbroek, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Ik had dezelfde vraag als de heer Wildvank over de uitvoeringsbevoegdheid bij de gemeenteraad. Dit zou anders ingevuld kunnen worden. Mijn vraag is eigenlijk meer van wat wordt ermee bedoeld? Ik snap er helemaal niks van. Dat vraagt om verduidelijking. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een vraag die een beetje algemeen is, maar ik hoop dat die specifiek genoeg is om antwoord op te geven. Er is op het moment veel in het nieuws over ouders van met name meervoudige gehandicapte kinderen als het gaat om hun moeite om de juiste zorg te krijgen. Eén loket, ander loket. Bijvoorbeeld elk jaar moet opnieuw alles aangevraagd worden en dat is een heel gedoe. Is nou met een verordening als dit, kan dat in zo'n verordening als deze die voor zich worden opgevangen? Of blijft dat iets wat gewoon zo is en wat elk jaar opnieuw gedaan moet worden? Ik hoop dat mijn vraag duidelijk genoeg is, want wil ik hem nog wel een keertje straks uitleggen. Maar de wethouder knikt dus. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Royakkers. Dank u wel. Ik begrijp uit de tekst dat Dalfsen ongeveer de eerste gemeente is in het land die deze verordening zo samenstelt. Allebei de regelingen in één verordening. Ja, je kunt soms op je borst klappen dat je de eerste bent en het is ook een compliment waard. Aan de andere kant is het soms beter om slim te kopiëren dan om het zelf uit te vinden. En dat scheelt in elk geval een heleboel werk. Misschien is dat ook een advies als wij een beetje zuinig willen omgaan met onze uren van de ambtenaren. Maar goed, dat terzijde. Het is er nou één keer. Ik heb twee opmerkingen. In de eerste plaats, ik hoop niet dat
We willen ervan uitgaan dat deze verordening ook te lezen valt voor de toekomstige cliënten. Ik zie onze burgemeester wel eens worstelen met de tekst van sommige amendementen en moties als je die voor moet lezen. Maar ik kan u zeggen, als je hier de informatie op bladzijde 1 leest, dat heet dan de wet technische informatie, de raad van de gemeente Dalfsen gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, overwegende dat, gelet op dit, overwegende dat. Nou, ik zou de wethouder willen uitnodigen om dit stuk te proberen voor te lezen zonder dat hij daar minstens 10 keer over struikelt. Maar ja, dat vind ik niet bevorderen voor de betrekken van mensen bij waar wij mee bezig zijn als raad en als gemeente. Dat ook terzijde. Wat ik niet terzijde wil doen, dat wil ik nadrukkelijk nog om vragen, is de bijdrage, wanneer gaan wij hulp verlenen, vooral voor kinderen. Wij hebben in het verleden daar in de raad uitgebreid over gesproken, over de ophogen van de inkomensnorm voor kindregelingen en ouderregelingen. En wij hebben als D66 ons met name hard gemaakt voor het ophogen van die norm voor kindregelingen. Daar heb ik ervoor gepleit om die naar 130% van de inkomensnorm op te hogen, van 110%. Daar heeft de wethouder van Martels op 18 januari 2017 een notitie over geschreven wat daar de effecten van zouden zijn. Want in de raad was er heel veel sympathie over om dat te verhogen. Maar er was onduidelijkheid over wat de financiële consequenties ervan zouden zijn. We komen tot uw vraag, meneer Royak. Ja, en de consequentie is dat het €23.600 per jaar meer zou kosten. Dus nou is mijn vraag, kunnen we nou niet daar 130% van maken? Als u dat toezegt, hoeven we daar geen amendement voor in te dienen. Dat was mijn vraag, de één vraag. Dank u wel, meneer Royakkers. Heeft u de vragen meegekregen, meneer Uitslag? Ik heb iedereen in de gelegenheid gesteld. Mag ik u het woord geven om de beantwoording? Ja, dan mag hem in rekening te nemen. Voorzitter. Misschien wel beginnen met de vraag van de ChristenUnie. Is met deze ene verordening en de samenvoeging van twee verordeningen, zijn we nou eigenlijk klaar? Eigenlijk vrij vertaald wat ik u heb horen zeggen. En het antwoord is nee. Het is wel een eerste stap, een goede stap, een voorzichtige stap, een ambitieuze stap. Dus we hebben niet gewacht om te kopiëren, maar we zijn hier wat eerder geweest. In een goede richting, één loket, zodat mensen, dat cliënten zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Ze geholpen kunnen weten, maar het is het nog niet. Gaan we in mijn periode, deze raadsperiode, dat al voor elkaar boksen? Dat denk ik niet. Zo eerlijk ben ik wel. Maar we hebben ook niet willen wachten op dat moment. Dus beter dan stap voor stap. Naar de eerste verdieping ga je ook tree voor tree gemiddeld genomen in plaats van in één sprong. Dus we gaan hem wat dat betreft stap voor stap uitvoeren. Ik ben eerlijk gezegd over de leesbaarheid en de juridische taal. Ja, ik ben het natuurlijk met u eens, meneer Royakkers. Meneer Jan, wil ik zeggen. Maar soms is dat nodig. Want het is afdwingbare materie. Maar juist zo'n loket, de warmheid van het lokaal loket, waar we ook maatwerk kunnen leveren, kunnen doorvragen naar de achterliggende problemen, hè? Misschien zijn ze wel met andere oplossingen geholpen. Dat zou nou juist de toegang moeten bieden en het comfort waar u naar op zoek bent. Maar soms heb je ook nodig dat je, als je voor de rechtszaak staat, voor de rechtbank staat, dat je ook de taal goed geformuleerd hebt en het ook dicht hebt staan zoals je het hebt willen doen. En dan gelijk maar even doorsteken naar de 120-130%. Dit voorstel is het, ja, ik zou bijna zeggen, bijna het technische samenvoegen van een aantal verordeningen, een tweetal verordeningen. In een nieuwe en een update van een aantal uitspraken van de rechter en van nieuwe inzichten. Het is nadrukkelijk niet een nieuw voorstel om 110, 120 of 130%. Hè. De discussie hebben we vorige week ook gevoerd aan de hand van de kindregeling. Daar hebben we dezelfde notitie, naar aanleiding van de toezegging van de heer Van Martels, ook aan de orde gehad. Hij heeft er ook gezegd dat het bedrag wat daarin staat een heel erg gemakkelijk bedrag is. En merk dat hij nu een eigen leven is gaan leiden. Nou,
Ik hecht eraan om te zeggen dat ik, om dat daarvoor te waarschuwen. Als je daar een goed bedrag wil voor hebben, dan wil ik het echt uitzoeken, maar dan heb ik er iets meer tijd voor nodig. Maar ik denk niet dat we klaar zijn met het bedrag wat u wat in de notitie staat. Er staat er erg goed met zoveel woorden wel in. De leesbaarheid heb ik gehad. Of de mantelzorgcomplimenten, als het moet worden aangepast, of dan de vordering moet worden aangepast. Als hij genoemd staat met bedrag en al, dan wel. Of een abonnement op de vordering, dat is dan juridisch één keer zo. Maar goed, dat is dan ook zo. Anders moet je een ander document aanpassen. Dus daar hoeft het ook niet veel te moeilijk voor te maken. En misschien juist voor de gewenste inzichtelijkheid door de heer Royakkers. Wel gebaat om het juist in een stuk op te nemen, als het zo is. Maar ik heb in alle eerlijkheid niet eens scherp of het erin staat met zoveel woorden. Staat het er wel in, dan zal het moeten. Staat het er niet in, dan hoeft het ook niet. Zo makkelijk is het ook. Ik denk dat ik de meeste vragen op beantwoord heb, voorzitter. Ik mis nog antwoord op mijn vraag. Excuus op voorbaat, maar ik kunt ook even de vraag herhalen dan. Jawel. Waarschijnlijk heb ik het dan even gemist. Dat wil ik wel even doen. In deze vordering wordt gesproken om aangegeven dat het belangrijk is om al deze onderdelen samen te voegen, zodat we binnen het sociaal domein integraal kunnen werken. En mijn vraag was eigenlijk gelegen van het vorige punt, doen we dat juist niet? Pakken we hem apart? En in hoeverre staat dat het integraal werken dan in de weg? Oké, die heb ik eigenlijk impliciet proberen te beantwoorden bij de vraag van de mevrouw Lasje van de ChristenUnie. Waarbij we maar proberen samen te voegen daar waar het makkelijk is en goed te realiseren is. En we proberen nog los daarvan natuurlijk wel via het ene loket zoveel mogelijk integraal te werken en per klant de vraag zo scherp mogelijk te krijgen en daarmee de goede oplossing aan te bieden. Maar preventief gezondheidsbeleid is echt wel wat anders dan de fase waar dit in zit. Aanleiding van de beantwoording, meneer Roosvaart. Ik weet niet zeker of na aanleiding van is, maar ik voor mijn gevoel heb ik nog geen antwoord gehoord over dat mindere uitvoeringsbevoegdheid bij de raad. Dus misschien is er ook impliciet mijn antwoord, maar dan heb ik dat in ieder geval gemist. En hetzelfde puntje zit wat mij betreft nog even een beetje in die vaststelling van die tarieven. Nogmaals, daar hebben we hier lang en vaak over gediscussieerd. En nu lijkt het opeens bij het college terecht te komen. En staan we als raad dus aan de buitenkant te kijken. Nou, misschien is dat wel de bedoeling. En ben ik de enige die daar wat moeite mee heeft. Maar ik hoor eerst nog even graag of het klopt. Meneer Uitslag. In alle eerlijkheid, alternatief 2. Ik kan niet direct het antwoord geven op die uitvoeringsbevoegdheid. En wat we overlaten aan of weghalen bij de raad, mocht dat ook zo zijn. De suggestie wordt wel gewekt, dat ben ik met u eens. En dat geldt denk ik dan ook daarmee voor de tarieven. Want misschien heeft het wel met elkaar te maken. Maar goed, misschien moet ik even achterom kijken. De wethouder kijkt achterom en meneer Royakkers wil zo nog even het woord. Voorzitter, als het mag, dan vraag ik de ambtelijke ondersteuning om de toelichting te geven op de vragen die gesteld zijn. Mevrouw Veerbeek schuift aan, dank u wel. Om de technische beantwoording of voor haar rekening te nemen. Ja. Met betrekking tot de uitvoering in de oplegger zit u bij nummer 4. Een artikel over plaatsen van artikelen naar de beleidsregels. Dat heeft te maken met praktische uitvoeringszaken zoals het toegangsgesprek met die cliënt zelf. Dat in de beleidsregels zelf gevoerd wordt. En dat is uit de verordening gehaald. Daar wordt naar verwezen. En voorzitter, als het verhaal de vraag over de tarieven, of die hier ook in staan en of die dan door de raad nog te beïnvloeden zijn. Hè? De vraag van meneer Wildvank. Zou je die kunnen beantwoorden? Wat we verplicht zijn om op te nemen in de verordening zijn de eigen bijdragen die wij vragen aan onze inwoners. En die staan allemaal in de verordening genoemd. Dus de bevoegdheid van de raad om te wijzigen? De eigen bijdrage wel, ja. Daarmee voldoende antwoord, meneer Wildvank.
concludeert. Verder de beantwoording voldoende. Oh, meneer Rooijakkers. Oh, meneer Wildvang wil. Ja, sorry, misschien heb ik dat. Ik heb het er niet uitgelezen dat het in punt 4 dat nou hetgeen is wat de verandering is die de raad raakt. Dus misschien is het ook mijn gebrek even aan materiekennis, maar ik heb het er gewoon niet uitgelezen. Waarvan akte? Meneer Rooijakkers? Ja, ik kom nog een keer terug op die grenzen van het inkomen, waar beneden de regelingen kunnen gelden. En de wethouder die maakt zich er in die zin gemakkelijk vanaf door te zeggen, ja, daar hebben we vorige week ook al over gesproken, maar we moeten een keer daarover een ei leggen. En we hebben vorige week erover gesproken, verwijzend dat er nu vandaag dit op de agenda zou staan. Dus daar kunnen we denk ik niet mee doorgaan. En mijn vraag is de wethouder bereid om toe te zeggen dat voor kindregelingen die grens wordt verhoogd van 110 naar bijvoorbeeld 125 of 130%? Uw oproep is duidelijk. Ik weet niet wat meneer de wethouder daarop reageerde. Ik heb hem de oproep gehoord. Ook de oproep op de toezegging. Ik ga er niet helemaal in mee. In zoverre dat vorige week hebben we hierover gesproken. En volgens mij hebben we ook toen de suggestie gedaan om juist bij de perspectiefnota om dit wat integraler aan te vliegen. Want we kunnen hier nu weer een setje uithalen waarmee we misschien wel een groep geholpen hebben, een deel van een groep. We weten de omvang van het kostenplaatje niet. Ik ga proberen dat voor de tijd duidelijker te krijgen. Maar het is mij te gemakkelijk om zomaar even bij de vaststelling van een verordening waar dus geen financiële paragraaf bij zit, zomaar eventjes bedrag X, een ton, twee ton, drie ton, even weg te geven. Het zit dichter bij de ton, de eerste smaak al. Maar ja, zo voeren wij het financiële beleid hier niet. En daar wil ik ook gewoon eigenlijk niet aan bijdragen. Ik snap de oproep. Met een maand zitten we bij de perspectiefnota bij elkaar. Ik denk dat meneer Rooijakkers genoeg geduld heeft om er dan over te spreken. Een laatste reactie, meneer. Dank u wel, wethouder. De wethouder noemt ton. In een notitie van de heer Van Martel staat 23.600. Dus dat is een enorm verschil. Dus ik hoop dat er tegen de tijd dat de perspectiefnota dan komt dit jaar, dat daar duidelijkheid over is. En dat we er inderdaad ook heel goed over kunnen spreken. En hij zegt er zit geen financiële paragraaf aan. Maar er staat wel die grens van 110% in deze verordening die we nu zouden moeten goedkeuren. Dus dan stellen we die weer opnieuw vast. Maar ik noteer dan toch de toezegging dat we, wanneer we bij de perspectiefnota het nog een keer hierover zullen hebben, onderbouwd door u. Voorzitter, als ik dan toch mijn toezegging mag citeren, zou die er zo uitzien dat ik mijn best ga doen om voor die tijd, want perspectiefnota wordt al binnenkort verzonden, die inzichten te krijgen. In diezelfde notitie die u aanhaalde van januari staat ook in dat het echt een heleboel werk is om dat inzichten te krijgen. Maar de hele, juist dit onderdeel is een open eindfinanciering. Hè. Dat betekent dat we niet stoppen als het budget op is. Hè, maar dat geldt dus voor iedereen die de aanvraag doet, ongeacht het budget. De groep die 110 is, hè, die hebben een beetje in beeld. Die van 120, 130% helemaal niet. Hè, want daar zijn ook weer heel nieuwe mensen bij. Dus het vraagt nogal een beetje. Met daarbij de vraag of dat de meest effectieve instrument is, gezien het budget dat we hebben. Dank u wel, meneer Uitslag. En daarmee deze discussie afkappend. U krijgt uw zin niet, meneer Rooijakkers, helaas voor u. En ik wil graag uw opinie op het voorstel zoals die nu voor ons ligt op de verordening. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Akkoord. Dank u wel. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, wij gaan ook akkoord. Ik heb alleen één ding bij waarvan ik me wel eventjes afvraag van of dat de juiste weg is. En ik zie namelijk dat de participatieraad via ambtelijk overleg, dat er overleg is geweest tussen met de participatieraad. En daarbij wordt dan gesteld dat dit met name technisch van aard is, waardoor een advies niet nodig is geweest. En wat ik me nog wel een beetje afvraag, misschien is dit de correcte manier. Maar bepaalt het college nu of er dan een advies gevraagd wordt of bepaalt de raad dat?
Dus misschien kan de wethouder dat nog straks nog een kleine toelichting opgeven. Dank u wel voor uw akkoord. Uw vraag houden we vast. Mevrouw Rameman, CDA. Ik kan ook kort zijn, we gaan ook akkoord. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Ellenbroek, gemeente Belangen. Wij zijn ook akkoord, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw Lasje. Ja, dank u wel, voorzitter. Prima nieuwe verordening. Goed om meer integraal te werken. We steunen van harte het werken met één loket. Ook het meer scheiden van beleids- en uitvoeringsregels lijkt ons wenselijk. Maar ook hierbij hebben we een aantal opmerkingen, dit keer drie. De eerste opmerking is, samen doen in Dals is nog steeds niet goed bekend. We vragen hier blijvend aandacht voor. Tweede puntje is de zorg voor de jeugd. Het is heel goed om integraal te werken, maar het staat ook wel in het stuk zelf. Pas op dat de zorg voor de jeugd niet ondersneeuwt. En het derde puntje is, er wordt heel nauwkeurig beschreven het vooronderzoek en het indienen van een plan. En onze oproep is om ook hier maatwerk te leveren bij dat plan wat ingediend wordt en dat vooronderzoek. En om te zorgen voor een verslag, want er staat netjes in dat er een verslag gemaakt zou worden, maar dat het ook in begrijpelijke taal is. Zodat de mensen die het verslag thuis krijgen ook begrijpen wat er gezegd is. Nou, met deze drie aandachtspuntjes erbij kunnen we zeker instemmen met deze verordening. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. En daarmee concludeer ik dat u allen instemt. Meneer Royakkers, neem me niet kwalijk. Nou ja, wij zijn in het principe zijn we het ermee eens, maar ik vind dat er toch hier en daar wat vragen zijn, maar ik kan heel goed tellen, dus we zullen ervan uitgaan dat het naam een stuk is, voorzitter. Misschien dat ik een stemverklaring afleg, maar dat zien we dan wel. Dat is prima. Dank u wel voor uw reactie. Ik concludeer dat we unaniem akkoord gaan met de verordening zoals die voorligt. Er zijn een aantal aandachtspunten genoemd en de wethouder heeft gezegd, ik zal mijn best doen. En de vraag van de VVD, neem niet kwalijk, we houden hem vast, zei ik nog. Mag ik u het woord geven nog? Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is een aardige vraag die meneer Veldhuis opwerpt. Waarbij ik me ook, wat in het stuk staat, misschien is de vraag aan, aan ons, hè, de raad of college, maar vanuit de participatieraad zelf geconcludeerd dat ze geen heil zien in het advies. En dan laat ik het maar even aan hun. Hoef geen discussie te voeren over wie hem... wie het advies gaat vragen. Maar het is een aardige discussie om eens een keer even te voeren bij een kopje thee of zo. Dank u wel voor de beantwoording. Dank u wel voor uw inbreng. Ik concludeer als akkoordstuk naar de agenda van de raadsvergadering van 29 mei. Met dank voor uw inbreng. Ik wil een tussenvoorstel doen voor de agenda. Want we hebben op onze tribune een aantal jongelui zitten. En zometeen komt de jaarrekening, die staat nu als volgende punt. En dat is een behoorlijke taaie kost, laat ik het zo maar even benoemen. En ik wil eigenlijk voorstellen om het agendapunt van het jongeren... ik moet even goed kijken hoe die heet. Ontwikkeling jongeren ontmoetingspunt naar voren te halen. Kunt u daarmee instemmen? Ik zie knikkende hoofden. Ja, instemmend. En lachende mannen. Goed, dan stel ik voor agenda punt 7 nu te behandelen. Ontwikkeling jongeren ontmoetingspunt. Eind vorig jaar heeft u een brief ontvangen van de politie. Samenwerking met de SMON en vier basisscholen. Met een oproep om een jongeren ontmoetingspunt in te stellen. En de gemeenteraad heeft toen verzocht om een overzicht van de ontwikkelingen. En dit overzicht is nu aan u informerend toegestuurd. Er staat in het voorstel immers dat het college naar verwachting in april een uitspraak doet over locatiekeuze. Dus we zijn benieuwd. Het is inmiddels mei. En misschien is het handig dat we toch eerst meneer Uitslag het woord geven om misschien van die ontwikkelingen een toelichting te geven. Zodat we iets verder of vragen voorkomen, misschien ook wel. Maar daarmee kunnen we wat beter het voorstel voor kennisgeving is het inderdaad bespreken. Meneer Uitslag, mag ik u eerst het woord geven? Ja, voorzitter. De notitie die is aangeboden aan de gemeenteraad dateert al van februari, zoals u kunt zien, Valentijnsdag. Is dus daarmee ook gewoon gedateerd, laat me ook gewoon zo zeggen. Het kent eigenlijk twee punten. De ene kant de uitgangspunten waar de JOP-locatie aan moet voldoen. En de andere is wanneer vindt de besluitvorming plaats. Besluitvorming in deze raad in juni staat nog steeds, wat mij betreft, boven water voor betreft het gebied waar de JOP moet worden gevestigd. Maar de exacte locatiekeuze heeft nog niet plaatsgevonden.
Niet in het college, het was nog van voor in maart en zal het gepland zijn. Nou, zoals u weet ben ik 18 april benoemd. Heb ik al veel gesprekken gevoerd, maar nog niet met de jongeren. Wat mij betreft gebeurt het wel binnenkort. We hebben contact ook al wel gelegd met de SMOM. Maar ik vind het ook belangrijk om de energie vast te houden. En ik wil dus ook wel graag koersen op een besluitvorming hier in juni. Maar ik kan nu nog geen exacte locatie noemen. Anders gaan we over één locatie praten wellicht, terwijl ik ook gewoon meerdere locaties inzicht aan u wil voorstellen. Zodat we ook met elkaar kunnen discussiëren wat de beste locatie is. Met dat gezegd hebben, dan snap ik heel goed dat er ook nog vragen leven bij de commissie, voorzitter. Dank u wel voor deze toelichting, meneer Uitslag. En inclusief deze toelichting wil ik graag uw vragen inventariseren, zodat die beantwoord kunnen worden. Ik ga eens even kijken hoe we het voorstel in één ronde, hoor ik net van de griffier. Daarmee uw vragen en uw opinie graag in één ronde. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ik had inderdaad heel veel vragen die gingen over de genoemde data in het stuk. Toch ontbreekt nog even één datum die nog niet genoemd is, en daar ben ik wel benieuwd naar. In de notitie staat dat de plaatsing begin juni gaat zijn. Dus eigenlijk niet over de besluitvorming, maar over de plaatsing. En kan de wethouder aangeven wanneer hij denkt dat de plaatsing gaat gebeuren? Dan heb ik nog een andere vraag over de termijn waarop een job in het Lemelenveld komt te staan. Blijft het stuk nog vaag. Kan de wethouder aangeven wat de status hiervan is? Zijn hier jongeren ook al zelf bezig of moet de gemeente hier zelf het initiatief innemen? En ook hier de vraag, wanneer denkt u dat de job er gaat komen? Is er al iets over te zeggen? Dan de opinie. We zijn als VVD eind vorig jaar bij de jongeren in Dalsen op bezoek geweest en hebben ondervonden dat ze enthousiast bezig zijn met het uitwerken van plannen om een job te realiseren. Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke bezwaren van omwonenden en waren ze bezig om deze bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen. Ook hadden ze zelf een zevental mogelijke locaties op het oog waar het job zou kunnen komen te staan. Wat we daar zagen was burgerparticipatie ten top. Complimenten daarvoor aan de jongeren en de SMOM die ze daarin begeleidt. De wethouder heeft destijds aangegeven snel aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat de job er gaat komen. Wat we nu zien is dat we bijna na een half jaar nog niet echt concrete stappen zijn gezet. In het voorstel wordt wel een stappenplan beschreven en verschillende termijnen en data genoemd. Maar goed, deze zijn gebaseerd op een verouderde notitie, zo lijkt het. En dat blijkt ook zo te zijn. We verzoeken de wethouder deze ontbrekende informatie zo snel mogelijk nog toe te voegen. Zodat we in de raadsvergadering van 29 mei in ieder geval een plan hebben staan met goede data wanneer het job geplaatst gaat worden. Dat geeft alle partijen in ieder geval duidelijkheid. De locatie zal nog niet bekend zijn, maar we roepen de wethouder op om de jongeren niet langer dan noodzakelijk te laten wachten op een job. En waarbij de omwonenden dan ook in voldoende mate zijn meegenomen. Voor de rest laat het hierbij. Dank. Dank u wel, meneer Veldhuis. En zoals u de wethouder bij de inleiding heeft horen zeggen, zullen we eind mei geen voorstel op de agenda zien over het jongerenontmoetingspunten. Maar zal in juni de wethouder komen met aanvullende voorstellen. Dus uw vraag of uw conclusie in uw opinie is iets in de vertraging. Ook onze opinie was iets wat gedateerd. Ja. Waarvan acte, meneer Veldhuis. Dank u wel. Meneer Royakkes, D66. Dank u wel. In de notitie wordt gesproken over nadelen. Namelijk dat omwonenden vrezen voor overlast. Maar er wordt ook over andere betrokkenen gesproken. Dat was nogal vaag. Kunt u ook een toelichting daarop geven? Dan snap ik dat er een wisseling van wethouders is geweest. Dat mogelijk een van de redenen is dat er wat vertraging is. Maar in dit tijdstabel staat ook dat er voor die twee of drie locaties dat die van advies zouden worden voorzien van SMON en de politie en dergelijke. Mijn vraag is, hebt u die adviezen al wel binnen zodat u in elk geval nu meters kunt maken? Dank u wel. En uw opinie? Mijn opinie is dat we er ook voorstander van zijn dat we zo snel mogelijk op een locatie die acceptabel is voor iedereen een job komt. Dank u wel, meneer Royakkes. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, wij vinden dit een zeer toe te juichen ontwikkeling. Het voorziet nadrukkelijk in een behoefte, dus doen, uiteraard.
goed om te zien hoe het college omgaat met dit initiatief. En ik snap heel goed dat er nog een gesprek moet komen met verschillende belanghebbenden. In eerste instantie wellicht de jongeren zelf. Dus dat gaat nog wel even een vervolg krijgen. Ik ben ook blij met de aandacht die er is voor duurzaamheid in het stuk. Het komt kennelijk van de jongeren zelf. Ik ben blij met dat aandachtspunt. Een vraag of suggestie zou nog kunnen zijn. Het ontwerp wordt nu door de jongeren zelf gedaan. Dat is een goede zaak, denk ik. Maar het is wellicht ook nog eens te overwegen om dat samen met die omwonenden te doen. Als je dan toch wel in je buurt krijgt, wil je misschien ook meedenken over het ontwerp. En we moeten wel een beetje opschieten, want anders zijn die huidige jongeren geen jongeren meer. En dan kunnen ze er niet meer zelf van genieten. Maar voor het overige wil ik het initiatief graag ondersteunen. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Kouwen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook onze dank voor het agenderen en de notitie. De CDA-fractie vindt het stappenplan realistisch en doordacht. Ook wij geloven dat het actief betrekken van jongeren bijdraagt aan het succes van een job. Als mede-eigenaar zullen jongeren zich sneller verantwoordelijk voelen voor de job en de omgeving. Naast ontwikkeling vinden we ook belangrijk dat de beheer goed wordt ingevuld. Jeugd komt en gaat, zoals de heer Wildvank al aangeeft. En het is belangrijk dat een job met de groepen verder ontwikkelt, zodat ook de nieuwe jongeren zich betrokken zullen blijven voelen. Ook blij dat de notitie aandacht is voor Leemleveld en Nieuw-Leusen. Daar hadden we ook om gevraagd in de raadsvergadering van december. Voor de situatie in Leemleveld één vraag. Bij de jongerengesprekken afgelopen november werd ons duidelijk dat er ook in Leemleveld behoefte is aan een job. Wij verwachten dat deze groep ook samen met SMON eenvoudig bijeen te brengen is. Daarnaast speelt in Leemleveld de overlast bij de dislocatie van de Heilig Hartschool. Mogelijk is de job een deel van de oplossing hierin. En in hoeverre kan de wethouder daarom toezeggen om een actieve rol vanuit de gemeente hierin te gaan vervullen om een job te gaan ontwikkelen in Leemleveld? Verder hoeft de Leemleveld vanuit de CDA-fractie niet te wachten op Dalsen, zoals in notitie staat, maar wordt het bij voorkeur ook op korte termijn opgepakt. Uiteraard met dezelfde uitgangspunten en doelen. Tot slot, om compleet te zijn ook over Nieuw-Leusen, spreken we de hoop uit dat dit een passende inpassing gaat krijgen in het nieuwe middengebied. Geef jongeren daar ook een eigen plek, waar ook de sociale controle mogelijk is en probeer de overlast te beperken. Zie de job bij het ontwerp niet als een noodzakelijk kwaad, maar als een functioneel middel en plezier voor de jeugd. Ook SMON doet goed werk in deze. Dus we verwachten dat het de goede ervaring van hen over en weer tussen de kernen wordt ingezet. En met deze woorden succes met de voorbereiding van de notitie voor juni. En dan zien we die met veel plezier tegemoet. Dank u wel, meneer Kouwen. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Het job, goed dat dit weer op de politieke agenda staat. Mooi dat de jongeren enthousiast zijn. En het is ook goed om ze die rol te blijven geven. De voordelen zijn goed benoemd. En het is mooi dat er ook aandacht is voor de nadelen, want die zijn ook reëel. En een heel klein puntje is de kerk waar het om gaat, heet het kruispunt en niet de kruising. En we hebben 4 opmerkingen, CQ-vragen. En de eerste is, er wordt gesproken over de informatieavond. Nu is er heel vaak verwarring over geïnformeerd worden en mee mogen beslissen. Is dat helder als hier een avond gehouden wordt voor omwonenden? En als dat niet helder is, dan pleiten wij er echt voor om dat vanaf het begin helder te maken wat het is. Informeren of meebeslissen. Het tweede punt is, gaat over de oude job. Er is sprake van dat de oude job wordt hergebruikt. Nu gaat het over een nieuwe aanschaffen, bouwen, samen ontwikkelen. Is er al iets duidelijk over? Derde punt, hoe past dit plan in de centrumvisie? Ik heb dus geen idee, want mijn eerste vraag was dus van waar komt die? Maar goed, mocht er een plan zijn, past dat dan in de landen die met het centrum zijn. Dus dat zou ik graag mee willen geven. En de laatste vraag is al vaker over me gevraagd en dat gaat over hoe gaat het verder in Leemleveld. Hoe gaat de SMON actie ondernemen? Doet de gemeente dat? Nou, er zijn meer vragen over gesteld. Dus met al deze vragen vinden wij het prima dat er verder gewerkt wordt aan het job. En we hopen nog wat meer info te krijgen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Raamaker, gemeentebelang. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, dit voorstel lag ter kennisgeving. Nou, we hebben er kennis van genomen, moet ik zeggen. En wij vinden ontmoeten heel belangrijk, zowel voor jong als oud in Dalsen, in de gemeente Dalsen moet ik zeggen. Dus ook in Leemreveld en Nieuw-Leusen, Oud-Leusen, noem maar op. Het is belangrijk dat we
zeg maar een plek krijgen waar iedereen mee in kan stemmen. En waar ik denk ook goed is dat de jongeren dus dat initiatief zelf hebben genomen om te komen tot een plek. Alleen zag ik in het voorstel wel staan, 3 van de 6 plekken waren dan afgevallen. Nou, voor mij moet je niet met al te veel plekken komen, want dan komt er weer een discussie. Want ik heb al heel wat jaren meegemaakt om zeg maar zo'n skatebaan ergens neer te leggen. Nou, dat is een crim om dat ding kwijt te raken. Nu ligt hij op Sportpark Gender. Alleen, ja, daar ligt hij een beetje in een verloren hoekje. En ja, dan is het zaterdagsmorgen allemaal glasscherven en allerlei narigheid. Dus ik denk de verantwoordelijkheid die ligt bij de jongeren zelf. Nou, ik heb ze vooraf ook al even gesproken en die willen ze ook op zich nemen. Maar het is denk ik ook belangrijk dat jullie al in de buurt gaan informeren van, is er draagvlak bij die mensen en neem die mensen vanaf het begin mee. Want dat, ja, daar liepen we telkens tegenaan. Dus wat ons betreft ontmoeten heel belangrijk voor jong en oud. Nou, we hebben steeds meer ontmoetingsplekken in Dalfsen. Er komen wat kroegen bij, er komt wat horeca bij. Nou, en een job hoort er ook bij. Alleen de verantwoordelijkheid ligt wel bij de jeugd om intact te houden. En ook weer door te geven aan de andere jeugd. Dus van harte kunnen we het ondersteunen, maar overlast tot een minimum graag beperken. Want ja, wij horen ook geluiden dat het soms wat bezwaar oplevert. En we wensen de college succes en hopen dat de job binnen korte tijd zeg maar, gestalte krijgt in onze gemeente Dalfsen. Zowel in Dalfsen, maar ook andere kernen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Raamaker. Daarmee een oproep aan de wethouder om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Heb ik gehoord vanuit de commissie. Er zijn nog een aantal vragen gesteld. Kunt u daarop terugkomen? Ja, ik wou zoveel snelheid ondernemen dat ik gelijk weg wou. Maar ik zal eerst de raad natuurlijk netjes beantwoorden. We hebben het hier natuurlijk over ik heb voor mezelf geschreven, een gaaf proces. Jongeren komen hier met een verzoek. En gaan vervolgens dan ook mee aan de slag. Die hebben eigen regels opgesteld al. Voor hoe gaan we om met onze locatie? Hoe zorgen we ook dat die proper blijft, zoals de Belgen dat mooi, de Vlamingen dat mooi noemen. Hoe zorgen we ook dat die net voor de volgende jeugdgeneratie klaarstaat en nog gebruikt kan worden. Die hebben zelfs al een draagvlak georganiseerd. Die zijn al bezig geweest met de woning te bekijken en meer aanmaken. Dus wat u vraagt. Dus eigenlijk, ik vind het gewoon een gaaf proces wat hier gebeurt. En dat vind ik ook de haast die de gemeente daaraan koppelt. De energie die de jongeren te blootleggen, die wil ik graag vasthouden en ook graag mijn energie naast leggen. Andere kant, als u heeft gezien in de procesnotitie, er staan een aantal stappen in genoemd. Alleen de gemeenteraad is helemaal nergens genoemd. En toch vond ik het wel heel verstandig om ook u mee te laten beslissen over welke locatie het gaat worden. Ik wil straks niet na de zomervakantie een discussie met u moeten voeren. Van, ja, maar heeft u die locatie en hoe heeft dat kunnen doen? Ik wil dat we met elkaar, wij gaan een aantal opties aanbieden. Maar dat ook, en we gaan ook ons voorstel daarbij doen welke het wordt. Maar ik denk dat ik de raad tekort doe. Als we maar met 1 oplossing gaan komen. Dus daarmee is er iets vertraging in. Aan de andere kant, als we die locatie ook duidelijk hebben, dan kunnen we hopelijk ook snel van Akkiet. Nog los van de vraag welke vergunningen we allemaal niet kunnen gaan verzinnen, die misschien wel moeten worden gebruikt. Maar daar gaan we dus proberen pragmatisch mee om te gaan. Dus wat mij betreft, zo snel mogelijk overleg met de jongeren. Ja, zo snel mogelijk een plan realiseren. Maar daarvoor hebben ze ook een locatie nodig. En de eerstvolgende mogelijkheid die ik daarvoor heb, is in juni om met u daarover te spreken. Onderdeel jij ook van die ontwikkeling met omwonenden, wat meneer Wildvank aangeeft, de duurzaamheid. Allemaal elementen die de jongeren allemaal hebben opgepakt. De inkleding in het gebied, want die zijn natuurlijk al veel verder. Dus alleen maar complimenten eigenlijk. Of we dan de huidige job gaan gebruiken, dat metalen ding wat daar stond en nu ergens ligt te wachten op een nieuwe bestemming. Of een nieuwe, ik heb daar nou juist eventjes niet naar willen kijken. Ik zeg van, we gaan eerst even kijken welke locatie goed is. Misschien past het ding wat we dan hebben liggen wel helemaal niet. Nou, dan moeten we misschien een betere oplossing verzinnen. En misschien past die heel, heel erg goed, dan zijn we gewoon klaar. Maar zoiets wat we misschien wel decennia laten staan,
om dat te laten afhangen van, iets, van een gebouwtje wat ooit gekozen is, dan vond ik de omgekeerde weg. Dus daar hebben we nog even niet naar gekeken. Nieuw Leuzen, maar ook Limmelenveld, graag ook daar oppakken, heb ik gehoord. Nou, dat gaan we doen, maar met mijn twee handen, dus we gaan hem oppakken, maar alles op zijn tijd. Dus locatie, ja, er zijn vernielingen bij, kunnen dat per se toerekenen aan de jeugd die later in de jongere plekken gaat komen. Ik heb wat ongemak bij die relatie. Het is nou niet gezegd dat dat jongeren zijn die het doen. Tenminste, als we het wisten wie het waren, waren we ook wel, hadden we ook minder last daarvan. Dus ik wil het niet één op één koppelen aan jongeren. Ik vind het ook, nou, ik zou die suggestie ook willen wegnemen. Ja, we gaan in Limmelenveld ermee bezig. Is daarmee alle problemen opgelost? Nou, dat durf ik niet te garanderen. Hoe graag ik het ook zou willen trouwens. En in Nieuw-Leuzen, ja, ook daar. Maar ik denk dat we eerst met de speel bezig moeten. En dan pas kunnen kijken naar de job. Want het lijkt me wel een goede volgorde. We kunnen het ook andersom doen, maar dan maakt mijn collega van Leeuwen het veel te moeilijk. En volgens mij heb ik, voorzitter, alle punten gehad. Ik dank de raad voor de voortgang en de oproep tot snelheid. Dank u wel, meneer Uitslag. Mevrouw Lasje wil reageren. Ja, dus de wethouder is een beetje erg snel, voorzitter. Ik mis nog twee punten, namelijk die status van die infoavond. Wat daar de status van is. We graag iets over horen van de wethouder. En dat de centrumvisie, hoe dat, want daar zijn we ook heel erg mee bezig. Hoe zit ergens de link tussen die twee? Beide vragen heb ik nog graag geen antwoord op. Nog openstaand, meneer Uitslag. Ja, om met die laatste even te beginnen. Ik hoor hier impliciet in dat u ervan uitgaat dat die met elkaar te maken hebben. En misschien kunt u mijn antwoord afleiden dat het niet per se het geval is. Maar als ze met elkaar te maken hebben, dan worden ze natuurlijk bij elkaar betrokken. En de informatieavond, voor omwonenden bedoelt u daarmee? Of de betrokkenen? Ja, als ik de vraag van de D60 nog had. Hè? Ja, excuses meneer Royakkers. Dank dat u me even bij de les hield. Ik heb al signalen gekregen, met name bijvoorbeeld uit Nieuw-Leuzen, waar omwonenden misschien wel niet zo heel veel last hadden, maar mensen die een bezoek wilden brengen aan de sporthal, het wel spannend vonden om daar langs te moeten. Misschien eens gestoeld op hè, maar het voelde in ieder geval niet helemaal lekker. Dus dat zijn ook andere betrokkenen, bezoekers van de sporthal bijvoorbeeld. Hè. Er zijn natuurlijk veel meer smaakjes te verzinnen. Maar om ons nou te beperken tot omwonenden en dan de rest heeft geen recht van spreken, is ook een beetje kort door de bocht. En overigens excuses aan de mensen van de Kruispuntkerk die op de kruising staat, want die naam staat er echt verkeerd in. En de status van de avond, informerend? Of... Ja, omwonenden, voor zover ze zijn, kijk, als het draagvlak is, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Of het informerend of besluitvormend is. Dat heb ik u verkeerd begrepen. Ja, sorry, ik verstond het laatste niet wat u zei. Of het ene laatste eigenlijk niet. Als het gaat om informatieavond voor omwonenden, mm-hmm. Als we mogen meebeslissen of geïnformeerd worden, wat ik al aangaf, de gesprekken worden al gevoerd door de jongeren met omwonenden. En een informatieavond of een oude of omwonenden meebeslissen of geïnformeerd worden. Nou, ze zijn al geïnformeerd, als het goed is, ze weten er al van. En als er echt heel veel draagvlak is, dan is dat misschien wel een theoretische discussie. Maar als er hele grote bezwaren zijn, dan hebben we ook daar goed naar te luisteren. Want dan staan natuurlijk ook andere rechtswegen de omwonenden ter beschikking. En dat zou juist vertraging opleveren. En dat is wat ik duidelijk gehoord heb, dat wilt u niet. Mag ik nog even reageren, voorzitter? Nou, daarom gaat het ons ook om dat er duidelijkheid over is. Er is in het verleden vaak gezegd, er zijn informatieavonden waarbij de mensen die er kwamen de indruk hadden dat ze nog mee mochten beslissen. En dan krijg je allerlei gedoe, dus ons pleidooi is eigenlijk, zeg van tevoren heel duidelijk wat de status van die avond is. Zodat mensen niet denken van, hé, er kan nog van alles. En dat is niet verveeld bedoeld dat mensen bezwaren zouden hebben, maar wees gewoon helder in wat je tegen mensen zegt. Dat is onze oproep. Ja, maar natuurlijk, voorzitter. Dus ze gaan het ook doen. Kijk, mee beslissen zou ook kunnen klinken, zo vertaal ik het eventjes, dat ze een veto kunnen uitspreken en we willen hem hier toch niet.
En dat is de andere kant. Hè. Dat willen we ook niet. Dus ja, een goed gesprek. En wat mij betreft nee, voldongen feit. Maar dat geldt dan ook voor beide kanten op. Daarmee duidelijk, dank u wel. Ik heb nog een aanvullende vraag, voorzitter. En mevrouw, meneer Kouwen ook. Dus ik geef eerst... En meneer Veldhuis ook. Ik geef eerst het woord aan meneer Raamaker, Kouwen en Veldhuis vervolgens. De wethouder gaf aan de locaties, daar is nog niks meer gedaan. Maar ik zag in het stuk toch staan van drie van de zes waren afgevallen. En waar komt dat weg dan? Wie heeft die keuze al gemaakt? Ja, en dat heeft de meneer Raamaker goed gelezen. Het college heeft nog geen standpunt ingenomen. En dat betekent dus in het voortraject de locaties afgevallen zijn. En het kan zijn dat de jongeren zelf benaderd in zich gezegd hebben, nou, dit past wat minder. Het kan zijn dat ambtelijk gezegd is, hier zijn dit past gewoon helemaal niet. Of dit kan juridisch worden heel onmogelijk. Hè. Of stel je voor dat het in de uitwater is, dit loopt zinders onder water en daar heb je niet zoveel aan zo'n plek. Dat soort elementen zou best kunnen zijn dat die de reden zijn geweest. Maar er zijn echt wat meer technische redenen waarom locaties afgevallen zijn. En locaties waarmee ik naar de raad zou willen, dat zijn ook locaties die ook wel degelijk zouden kunnen. Maar wel de een heeft dan meer voorkeur dan de andere, verwacht ik. Er zijn er dus nu nog drie over? Ja, misschien zelfs wel minder, maar ik sta mij toe u in juni hiermee te verrassen. Dank u wel, meneer Cohen, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog een aantal opmerkingen van onze kant. Even over Nieuw-Leusen. We verwachten niet inderdaad dat het een integraal, of nou, we verwachten wel dat het een integraal deel is van het ontwerp van het middengebied, maar niet een centraal punt. Dus ik kan me voorstellen dat het een ondergeschikte rol heeft, maar als je toch aan het ontwerpen bent, ook met de ruimte omgeving, denk dat de wethouder van Leeuwen daar misschien wel mogelijkheden voor ziet. Maar dan op zijn plek natuurlijk. Ten aanzien van Lemenveld, we verwachten inderdaad niet dat de JOP de oplossing is voor de problematiek bij de dislocatie. Maar mogelijk is het een deel van de sleutel. Allereerst staat daar natuurlijk het enthousiasme van de jongeren voorop. Waardoor wij graag zo zien dat het daarop ook wordt opgepakt. En het derde punt, onderdeel van onze fractie kwam zojuist het idee op. Misschien is het ook een mogelijkheid om over de overgebleven locaties te gaan roleren. Zij het binnen een jaar of twee jaar. Dat je zegt van misschien zitten daar mogelijkheden in. Dat mensen ook ervaren dat het tijdelijk is en dat er weer nieuwe mogelijkheden zijn. Het is mijn wilde suggestie. Misschien kunt u er wat mee. Een nieuwe suggestie. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Goede suggestie, meneer Kouwen. Even nog een verduidelijkende vraag, want u heeft het over besluitvorming in juni. En nou is mijn vraag, hebben we het nou over het besluit van het college of het besluit door de raad? Dat is even de eerste vraag die ik erover heb. En mijn tweede vraag die hierbij zit is van, is dan ook de omwonende bijeenkomst, is die voor die tijd ook geweest? En dan heb ik nou wel even een vraag of het realistisch is of we dat voor die tijd gaan halen. U gaat verder aan bij Lemelenveld, dat gaan we te zijner tijd wel zien. Dat vond ik een beetje te vrijblijvend. Is het misschien iets specifieker te maken wanneer daarna gekeken gaat worden? Meneer Uitslag. Even met de laatste vraag te beginnen. Wanneer wordt Lemelenveld duidelijk? Nou, het leuke van deze job is dat... de jongeren, hè, maar niet één groep jongeren, maar meerdere groepen elkaar gevonden hebben. Hè, en daarmee samen dus ook mee bezig zijn geweest. Ik verwacht, maar het is zeker mogelijk, dat ze ook in Lemelenveld al bezig zijn als jongeren met elkaar. En ik ben natuurlijk ook bereid om dat gesprek mee te voeren. Ik tel het niet over de verkiezingen heen, hè, mocht dat de impliciete vraag zijn. Maar ik denk wel dat we, net zoals hier het ook is, het is iets van de jeugd, dat het daar ook zijn. Kijk, bij een gesprek, het opperen dat je de behoeften hebt, is wat anders dan wat hier gebeurd is, hè, in Dalfsen. Zij hebben het ook geopperd, maar vervolgens hebben ze een hele stap verder gemaakt. En ik verwacht dat het in Lemelenveld ook gaat gebeuren. En ik sta open voor gesprek, met de, ook wel de aantekening, dit kost tijd, hè, ook ambtelijke tijd. En die kunnen we ook mee inzetten. Dus ik snap alle urgentie van iedereen.
Ja, maar helaas zit daar ook de beperking. Hè? Dus bereidheid van mijn kant zeker. Of het voor de zomervakantie wordt, zeker niet. Want wij gaan tijd genoeg hebben met Dalfsen. Wellicht dat na de zomervakantie daar meer duidelijkheid over is. Maar. Primair ligt de bal denk ik bij de jongeren op dit moment. En de jongerenwerker. Of wij op tijd klaar zijn in juni om de raad te laten beslissen. Daar gaan wij ons stinkende best voor doen. Ik wil het in ieder geval wel. Ik wil alles voor doen. Maar we hebben een aantal stapjes te nemen daarvoor. Maar goed, dat is mijn klus nu een keer. Hè. En de rolerende job, nou, daar moeten de wieltjes onder. Wie weet dat het een oplossing is. Misschien zelfs over de verschillende kernen. Dan kunnen we gelijk weer naar Limmerveld. En hebben we gelijk. Maar alle gekkigheid. Ik ga het meenemen, maar als ik één locatie heb. En we hebben één locatie gevonden die past. Dan past die ook en dan is het ook klaar. Wat mij betreft. Want dan gaan we niet elke drie jaar een nieuw circus optuigen. Met inspraak, weerstand en ellende. Want hoe dan ook, dat krijgen we toch. Maar ik vind de suggestie wel aardig om met wieltjes te beginnen. Dank u wel, meneer Uitslag. En daarmee concludeer ik dat we zijn geïnformeerd over de voortgang. En er zijn een aantal toezeggingen gedaan om in juni in ieder geval aan de raad zijn uiterste best zal hij daarvoor doen om het op de agenda te krijgen. En er komt een voorstel naar de agendacommissie om het zo te behandelen. Dus daar zal de agendacommissie zich over buigen. En daarmee hebben we kennis genomen van de voortgang en de ontwikkelingen. En wensen we de wethouder succes. En de jongeren ook. Succes. En daarmee sluit ik agenda punt 7. En gaan we zo meteen naar agenda punt 6. Maar we gaan eerst een kopje koffie drinken en daarmee schors ik de vergadering voor. Kwart over 9. Zien we elkaar weer. We gaan hervatten. Voor ons ligt de conceptjaarrekening 2016. Meneer Van Leeuwen is de portefeuillehouder. Veel succes, meneer Van Leeuwen. Afgelopen najaar heeft de raad afscheid genomen van de vorige accountant. En er is ook een nieuwe aangesteld. En omdat dat vrij laat in het jaar was toen, bleek het niet meer mogelijk om de accountantscontrole goed in te plannen. En in overleg met de werkgroep planning en controle is afgesproken om nu een concept van de jaarrekening zonder accountantsverklaring opinierend te behandelen in deze raadscommissie. En de uiteindelijke vaststelling komt dan later. Onder voorbehoud dus in juni. En we kunnen de discussie in juni dan beperken. Tot de accountantscontrole en wat daarin zit. En de eventuele wijzigingen in de jaarrekening. Donderdag heeft u een technische informatiesessie kunnen bijwonen. Er zijn nog wat openstaande vragen. En als het goed is, heeft u daarvan vandaag op het raadsinformatiesysteem de antwoorden kunnen lezen. Mevrouw Vetkamp is aangeschoven als ambtelijke ondersteuning. Hartelijk welkom. Ik stel voor in twee ronden deze conceptjaarrekening te behandelen. Ik wil vragen, eerste vraag inventariseren, moet ik het goed zeggen. En daarna hoor ik graag uw opinie. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Na de technische vragen die het CDA al gesteld had en terug te vinden zijn op het raadsinformatiesysteem, blijven er voor ons twee vragen over die het geheel overstijgen. De eerste, kunnen we de gelden die nu overblijven in het sociaal domein gereserveerd houden in het sociaal domein, zodat het geld wat hiervoor bedoeld is daar ook voor beschikbaar blijft? Dit aangezien we de komende jaren met tekorten te maken krijgen. Kan de wethouder hier een antwoord op geven? De tweede vraag. Er zijn binnen de CDA zorgen over de financiën van de gemeente Dalfsen. Hebben we alles goed in beeld? Er moet extra gereserveerd worden omdat de openstaande verlofuren niet goed in beeld waren. Er moet extra gereserveerd worden voor mobiliteit. Bij de grondexploitatie wordt een tekort geconstateerd omdat we met name de apparaatkosten niet kunnen doorberekenen. Ik ga alle tekorten hier niet herhalen, die zijn terug te vinden in de jaarrekening. Maar dit alles maakt wel dat wij ons zorgen maken. We bespreken meerdere keren per jaar de voortgang middels de bestuursrapportage. Waar dit niet aan de orde is geweest, dan verwacht je deze afwijkingen niet meer in de jaarrekening. Hoe kunnen we dergelijke tekorten in de toekomst voorkomen? Samenvattend de vraag,
Hoe gaat de wethouder deze onzekerheid, onvoorspelbaarheid dus onze zorgen wegnemen? Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. We hebben ook een aantal vragen. Eigenlijk heb ik heel veel vragen, maar ik denk dat ik er een aantal daarvan meeneem naar de bespreking van de definitieve jaarrekening. Wel heb ik even een aantal vragen die ik nu wil stellen. Wat ontvangen we eerder, de definitieve jaarrekening of de perspectiefnota? Komt er naast de accountantsverklaring ook het accountantsverslag naar ons toe? De verklaring is vaak niet meer dan een handtekening. Het verslag geeft veel meer informatie. En zeker gezien het hele gebeuren rond de verlosstuwmeren en alle andere zaken die net ook genoemd zijn door het CDA, denk ik dat dat wel verstandig is, zodat we daar ook een beetje een beeld bij krijgen. Nou heb ik ook nog even een vraag over van wanneer is de nieuwe accountant gestart met de controle? En wanneer is de interim controle gestart? En is bij die interim controle een management letter geleverd? En is dat concept al beschikbaar voor ons of is dat al definitieve versie? Even kijken. Nou, daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik had er eigenlijk voorgenomen om geen vraag te stellen, maar ik doe het nu even naar aanleiding van de vraag die mevrouw Rauwermans stelt. Ik onderstreep namelijk graag het punt wat ze maakt van kunnen we dat overschot van het sociaal domein daar ook laten. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het is een lijvig stuk. We hebben weliswaar een technische sessie gehad, maar er blijven toch nog wel een aantal vragen over. En sommige, daar kom je pas toe na herlezing. Dus neemt u me niet kwalijk dat er nog een paar overhoudt. Allereerst van wat is op dit moment de verwachting ten aanzien van de onderwerpen PGB en jeugd? Er wordt aangekondigd dat we daar nog nadere informatie over krijgen, maar is daar op dit moment al iets over te zeggen? Dan het tweede punt, dat is de 1,3 miljoen die over is op WMO en jeugd. Hoe beoordeelt het college dit overschot in het licht van de komende jaren? We hebben het weliswaar over 2016, maar hoe moet je dit overschot nou duiden in het perspectief van de komende jaren? Het onderwerp van de pensioenenwethouders, had dat niet opgenomen moeten zijn in de risicoanalyse? En gaan we dat eventueel alsnog doen? Dan het punt of het resultaat van 150.000 euro positief nou juist is. Want er is sprake van niet uitgevoerde taken en daar wordt 212.000 euro voor uit de algemene reserve vrij besteedbaar gehaald. Dat was daarvoor niet bedoeld. Is er niet gewoon sprake van een tekort wat we in tweede instantie daaruit zouden kunnen aanzuiveren? Dan van heel veel informatie die we hebben kunnen zien in de verschillende hoofdstukken over allerlei programma's, toch nog een paar vragen en de paragrafen. Eén is de constatering van de medewerkers van de ambtelijke organisatie dat er sprake is van een daling van de samenwerking. Dat vonden we toch wel een merkwaardige passage. Zeker waar de verbouwing erop was ingezet om die samenwerking juist verder te ontwikkelen. Hoe zit dat nou? Ook in het licht van datgene wat de omgevingswet van ons gaat verwachten. Of gaat vragen. Dan ten aanzien van huisvestingvergunninghouders. Er wordt voorgesteld om van de 340.000 euro een groot deel over te hevelen naar 2017. Maar er staat niet vermeld wat er nou concreet nodig is in 2017. Kan dat worden toegelicht? En is het wel verstandig om dat zomaar over te hevelen? Dan toch een punt wat je op meerdere programma's tegenkomt. Het verschil tussen de interne producten versus de externe effecten. En ik geef een voorbeeld. Het gaat over de campagne over de zelfredzaamheid in het geval van calamiteiten. Dan wordt er keurig vermeld dat er 6 publicaties beoogd waren. En er zijn 6 publicaties geleverd. Nou, 100% score. Maar dat is maar een middel om een effect te bereiken. En over het mogelijke en te bereiken effect wordt verder niks gezegd. En dit is een voorbeeld. Je kunt dat op meerdere punten toepassen. Maar is dat iets waar we ons niet wat verder op moeten gaan toeleggen, dat we wat meer naar het effect kijken?
Dan eentje die wel heel erg achterblijft en die, voor zover wij hebben kunnen traceren, niet wordt toegelicht. Dat is de mantelzorgvriendelijke werkgever. 5% van de Dalfser werkgevers zou in 2016 die kwalificatie moeten hebben. Als ik het goed gelezen heb, hebben we er nul. En dan wordt er gezegd, de gemeente gaat het dit jaar wel regelen dat ze zelf een mantelzorgvriendelijke organisatie is. Dat is mooi, maar dan hebben we er één te pakken. Maar dat is wel erg mager, lijkt het. Is daar een verklaring voor of wat is hier aan de hand? Nou, dan nog een vraag die elders al een keer aan de orde is gekomen, maar die ja, misschien nu ook wel opportun is. Van, gaat het college nog nadenken over het opzetten van een egalisatiereserve als alternatief voor het vervallen van de vereveningsbijdrage? Nou, snap ik zelf nauwelijks deze zin, maar het zijn allemaal ingewikkelde termen. Maar volgens mij betekent dat iets in de zin van, voor magere jaren hebben we dan een spaarpotje als het gaat over de jeugd. Is dat ook niet een manier om de risico's in die zin af te dekken? Dat zijn onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Een aantal vragen. De linkerzijde nog vragen? Geen vragen. Ja. Meneer Kleine Koelkamp, gemeentebelang. Een aantal vragen, waarvan twee ik even zal aantippen, omdat ik vanmiddag nog even telefonisch contact gehad heb daarover. Vraag 1, wat betreft de wethouderspensioenen. U geeft aan te onderzoeken of u dit bij een verzekeringsmaatschappij kunt onderbrengen. Dit lijkt ons niet het juiste moment. Wilt u ons op de hoogte houden van uw vorderingen hierop? Vraag 2. Klopt het dat het saldo stuwmeerverlof volledig is opgenomen, uitgaande van volledige uitbetaling, en daarbij opname van extra verlof of vrije uren dit bedrag niet geheel benodigd is? Had ik een vraag over de grondexploitatie, maar daarvan heb ik begrepen dat in de definitieve jaarrekening daar een of een nadere toelichting van komt. Hetzelfde is van toepassing op de begrotingsafwijking. En dan heb ik nog een laatste vraag. In de jaarrekening lezen we dat we op dit moment voor de komende jaren een structureel tekort hebben. Dit is niet acceptabel. Wat gaat u hieraan doen? Dank u wel, meneer Kleine Koelkamp. Meneer Royak is D66. Dank u wel. Voor het goed begrip en zal ik de volgorde van mijn vragen wat veranderen en aansluiten op de vraag van de heer Kleine Koelkamp over die overbesteding. Daar staat namelijk op bladzijde 106 dat er meer wordt uitgegeven dan we ontvangen. Ik denk dat u dat bedoelt. Maar mijn vraag is dat bedrag wat u daar opvoert, is dat inclusief de investeringen? Normaal gesproken zou je een onderscheid moeten maken tussen lopende kosten en investeringen en kijken hoe dat het tegen elkaar wegloopt. En dat interesseert mij heel erg, want we hebben de laatste jaren veel investeringen gehad. Dan wil ik verder beginnen met aansluiten bij de opmerking van mevrouw Rameman. Ook wij maken ons zorgen. Om die reden hebben we ook gevraagd om een speciale bijeenkomst nog van de commissie planning en controle om samen met de accountant dan nog eens een keer op een informele manier door te akkeren. Voordat wij hier een volgende commissievergadering over hebben. En ik zal ook een aantal van mijn wat meer inhoudelijke vragen schriftelijk doen. Dan kan iedereen er kennis van nemen en dan kan er ook in alle rust op geantwoord worden. Ten aanzien van de opmerking van de heer Nijkamp, voor verevenings- of vereffeningsfonds, of hoe dat u het ook alweer noemde, ik ben even de termen kwijt. Maar ik wil er nog even wijzen op het feit dat de gemeente een heleboel reserves en voorzieningen heeft. En welke naam je erop plakt, dat maakt in feite niet zo heel erg veel uit. Want we hebben denk ik ongeveer 55 miljoen aan reserves en voorzieningen staan, die deels een labeltje hebben en deels algemeen zijn. Dan kun je daar wel voor een deel, maar goed, dat zal de wethouder zelf wel beantwoorden. Ik heb een paar dingen, behalve de zorgen die ik heb over het financieel resultaat en wat we aan verschillen hebben met de begroting. Een van mijn punten is een beetje een stokpaardje, dat is de afvalstoffenheffing. Dat hoort een heffing te zijn die kostendekkend is. Ik heb daarbij de vorige behandelingen, toen die verhoogd werd met 10 euro per huishouden, gezegd dat niet nodig zou zijn. Maar nu zie ik twee verschillende cijfers. Als je kijkt in de programma afrekening op bladzijde 48, dan zit er een verschil tussen kosten en baten van
Nou, ik zal het even afronden. Ongeveer 400.000 euro. Ten gunste van de gemeente. Meer baten dan lasten. Als je kijkt op bladzijde 75, waarin de kostendekkendheid ervan aan de orde is, dan zeggen ze gewoon, nou, het is kostendekkend. Ook de volgende bladzijde. Bladzijde 76 worden die bedragen precies op elkaar afgestemd. Lasten en baten tot op de euro gelijk. Geldt ook voor riool. Nou zijn het op bladzijde 48, riool is wel ongeveer gelijk. Maar precies gelijk is het niet. Ja, we hebben een hele strenge voorzitter, anders zou ik vertellen van mijn oude Belgische leermeester. Ik ben heel streng, meneer Royakkers. Okay. En ik concludeer dat u best wel veel vragen, technische vragen stelt. Zal ik me beperken tot de vragen? En de andere vraag is, en dat is misschien ook een opmerking als ik het heel strak zie, dat gaat over de risicoanalyse. Ik vind het zo zwartgallig neergezet, vind ik echt ongelooflijk. En ik zou daar graag eens een keer een boom over opzetten met wie deze scores komt. Ik denk dat er toch wel andere dingen te verzinnen zijn. Dus aan de ene kant hebben we ook bijvoorbeeld over het grondbedrijf en al dat soort andere dingen. Als ik zie wat erover geschreven wordt, dan denk ik van hoe kan het bestaan. We hebben een gezonde situatie. En in die zin wens ik ons genoegen. Dank u wel. Krijg mijn schriftelijke vragen. Wat zegt u, meneer Royakkers? Pardon. Men krijgt mijn schriftelijke vragen nog. Fijn, dank u wel. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, nou, ik heb nog één vraag overgehouden nu. Ik zal me proberen te beperken tot datgene wat nog niet geweest is. Er is dit jaar al een aantal keren wat extra geld gestoken in de organisatie. En eigenlijk worden er langs de route van deze jaarrekening opnieuw middelen in de organisatie gestoken om verlof weg te werken, mobiliteit te faciliteren en een voorziening te treffen voor wethouders. De vraag die daaruit voortvloeit is, hebben we een bezettingsprobleem? En dat is dan nog los van de vraag hoe het nou kan dat er zoveel uren uit de grondexploitatie niet declarabel waren, wel gemaakt zijn, maar nergens als voordeel naar boven komen. Doen we dan zoveel wat niet declarabel is, maar wat wel moet worden gedaan? Twee vragen dus. Dank u wel, meneer Wildvank. Daarmee heb ik alle vragen op een rijtje. Meneer Van Leeuwen, heeft u mee kunnen schrijven zo snel? Mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb mijn best gedaan om mee te schrijven. Dus ik hoop dat ik alles heb. Maar ik twijfel of dat helemaal gelukt is. Er zijn een paar dingen die ik niet zelf kan beantwoorden, maar die ofwel schriftelijk beantwoord moeten worden, of misschien dat mevrouw Vetkamp daar nu een reactie over heeft. Mevrouw Ramerman stelt als vraag, kunnen we het geld van het sociaal domein, wat we overhouden, ook voor het sociaal domein bestemmen? Een raad kan alles, maar we hebben met elkaar afgesproken dat het saldo van de jaarrekening, dat naar de algemene reserve vrij besteedbaar gaat. Maar als u zegt van ik wil dat voor het sociaal domein behouden, dan moet u het corresponderende bedrag uit de algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar stellen. Dat is de enige oplossing die ik zie. Maar dat is vestzak broekzak. Bovendien is er nog een reserve van 1,3 miljoen voor het sociaal domein, wat er als reserve beschikbaar is gesteld. Dus het lijkt me een beetje te veel van het goede. U heeft zorgen over die financiën, die deel ik. Hebben we wel alles in beeld? Ik denk dat we wel alles in beeld hebben, maar dat we niet alles in lijn hebben met elkaar. Dat we niet precies de juiste verbindingen overal hebben zitten. En we hebben daar vanmorgen nog intern over gesproken. En wij doen het ons uiterste best om dat ook helder te krijgen. Bij de behandeling van de perspectiefnota bijvoorbeeld. We hebben in december met elkaar geconstateerd, of in november was dat al, bij het vaststellen van de begroting, dat er op termijn forse overschotten gloren. Ik kan u zeggen dat als wij alle noodzakelijke reparaties die nodig zijn doen, dan komen we al fors tekort.
En dan hebben we nog niet eens de wensen aan bod gehad. Dus het is minder, duidelijk minder rooskleurig dan wij in november, december met z'n allen dachten. En dat heeft alles te maken met bezuinigingen die de afgelopen periode, 5, 6, 7 jaar, geweest zijn. En dan kom je wel ergens te zitten met achterstallig, laat ik hem even achterstallig onderhoud noemen. Dus ik deel uw zorgen en ik wil ook heel graag in discussie met de Raad, straks bij de perspectiefnota, hoe wij hier een mouw aan gaan passen. VVD, wat ontvangen we eerder? De perspectiefnota of het accountantsverslag? Dat hangt een beetje. U krijgt eerst de perspectiefnota, dat kan ik u nu al wel vertellen. Het accountantsverslag, dat hangt een beetje vanaf hoe de externe organisaties die nog gecontroleerd moeten worden, op wat voor termijn dat gaat lukken. Krijgt u een verklaring plus een verslag? Ja, u krijgt altijd ook het verslag. En daar volgen ook. Daar staan ook altijd aanbevelingen in naar de gemeente om op te volgen. Dus daar kunt u als raad volledig kennis van nemen. De vraag wanneer de nieuwe accountant is gestart, die zet ik even neer bij mevrouw Vetkamp, met uw welnemen, voorzitter. Private arbeid geldt sociaal domein, daar later heb ik net op geantwoord. Wat is de verwachting, ChristenUnie, voor het PGB en jeugd? Nou, dat antwoord moet ik u op dit moment schuldig blijven, maar ik wil hem wel even uitzetten bij de afdeling. 1,3 miljoen WMO jeugd, hoe gaat dat de komende jaren lopen? Dat loopt drastisch terug vanwege de bezuinigingen die van Rijksoverheid zijn aangekondigd. We hebben nu 2 jaren gehad waarin het nog meeviel voor de gemeente Dallassen. De komende jaren gaan wij die bezuinigingen dubbel en dwars voelen en dan zullen deze overschotten als sneeuw voor de zon verdwijnen. U vindt dat de pensioenen voor de wethouders ook in een risicoanalyse opgenomen dienen te worden. Misschien dat mevrouw Vetkamp daar zo nog even op kan reageren. Is die 150.000 over wel correct? Is er niet eerder sprake van een tekort? Ja, als je alle overboekingen uit reserves en dergelijke niet zou doen, dan heb je een tekort. Dat klopt. Ben ik met u eens. Sprake van daling van de samenwerking. Hoe zit dat? Dat moet ik ook nagaan. Daar moet ik u op dit moment even het antwoord schuldig blijven. Maar daar krijgt u een reactie op. Huisvesting vergunninghouders. 340.000 euro overhevelen. Dat is een voorzichtigheid. We zouden ook kunnen besluiten om dat niet te doen en het toe te voegen aan de algemene reserve waar het ook uit is gekomen. Alleen op het moment dat er eventueel een toestroom weer op gang komt, zullen we dan weer om een krediet moeten vragen. Dus vandaar dat wij zeggen, nou laten we nou even 1 jaar doorschuiven. Dan kunnen we het, hebben we er wat meer zicht op, dan hebben we dat beter in beeld. Wat we ermee gaan doen is, mocht het geval zich voordoen, hetzelfde waarvoor we destijds het krediet hebben aangevraagd. Daar zit geen licht tussen. Verschil interne acties en externe effecten. Ik begrijp uw dilemma. Alleen in uw voorbeeld is het dan heel lastig om zo'n extern effect te meten. Daar heb ik niet 1, 2, 3 een antwoord op, hoe je dat dan zou moeten meten. Maar ik begrijp het dilemma wel, want je beoogt met geld iets te realiseren. Maar hoe je dat dan moet gaan meten, daar blijf ik op dit moment even het antwoord schuldig. Dat durf ik u niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Want daar zit natuurlijk het lastige, hè? Hoe meet je dat? En als je dat met een weg, lijkt me dat vrij simpel als je die aanlegt, is die conform het plan van aanpak en conform bestek uitgevoerd. Ja, nou dan is dat gebeurd voor dat geld, maar dit ligt wat lastiger. Mantelzorgvriendelijke werkgevers, het doel was 5, dat zou kunnen. Wat is er aan de hand?
is niet direct mijn portefeuille, dus dan moet ik ook even nagaan hoe dat zit. Maar als je een doelstelling hebt van 5 en het resultaat is 0, dan is er duidelijk iets misgegaan. Die conclusie deel ik wel. Gaat het college een egalisatiereserve opzetten als alternatief voor? En toen noemde u een naam, die kon ik zo snel niet meeschrijven. Verevenings. Voor het vervallen van de vereveningsbijdrage. Want we trekken ons terug uit het regionale mechanisme. En lopen nu zelf de risico's. Jeugdzorg. Helder. Nou, daar hebben wij op dit moment nog geen beleid op gezet. Er is wel in brainstormende zin over gesproken. Van zou het niet verstandig zijn dat als je op jeugdzorg geld overhoudt, dat je dat even parkeert. Dat mocht het op een gegeven moment een grote aanslag gedaan worden op het budget van jeugdzorg, dat je wat achter de hand hebt. Dat is een mogelijkheid. Aan de andere kant, en daar werd terecht op gewezen door de heer Rooijakkers, wij hebben ongelooflijk veel reservepotjes. En daar zit heel veel geld zit daarin. Vorig jaar is er door de gemeente Dallassen ongeveer 400.000 euro overgehouden op jeugdzorg. Echter, vanwege die vereveningsbijdrage waren we, ik geloof, bijna 9 ton kwijt. Dus dat is nogal een verschil. Het is nog zo kort, dit beleid, 2015 en nu 2016, dat het heel moeilijk is om daar een goed beeld te krijgen van hoe gaat dat nu naar de toekomst lopen. Maar dat daar een uitdaging ligt om te kijken van hoe gaan we dit nu de komende jaren aanvliegen, dat ben ik volstrekt met u eens. Maar goed, er is dus wel over nagedacht of dat misschien een mogelijkheid zou kunnen zijn, maar er is nog geen beleid op gezet. Gemeentebelangen. U geeft aan, en ik heb dat vorige week ook bij de technische sessie al gehoord van de heer Rooijakkers, dat op dit moment met een lage rentestand het wellicht niet het juiste moment is om de wethouderspensioenen bij een verzekeraar onder te brengen. En u wilt op de hoogte gehouden worden. Nou, dat zeg ik u toe, dat is geen probleem. Het stuwmeer van verlofuren. Dat is inderdaad het totale bedrag wat er nu staat. Er is inmiddels intern beleid opgezet om ervoor te zorgen dat wij dit bedrag niet volledig nodig hebben. Mensen worden samen met hun leidinggevende gevraagd om een plan te maken. We zijn daartoe gevraagd om een plan te maken hoe zij denken dit jaar en volgend jaar die verlofuren weg te werken. En verder is er beleid opgezet dat een dergelijk iets niet opnieuw voor kan komen. Overigens, bij navraag blijkt dat deze accountant hier alert op is. Ook bij de gemeente Ommen vindt dit plaats. Maar er zijn bijna geen andere gemeenten in Nederland die hier een voorziening voor treffen. Maar onze accountant wil het. De jaarrekening, een structureel tekort. Dat is hetzelfde als eigenlijk wat de ChristenUnie zegt. Als je alle reserves niet aangewend zou hebben, dan klopt dat. Aan de andere kant, die reserves zijn daar wel voor bedoeld. Dus het is net hoe je er naar wilt kijken, met welke bril op. D66 had een heleboel opmerkingen en suggesties, maar geen vragen, want die krijgen we schriftelijk. Ik wil er wel op reageren, er zijn wel wat vragen gesteld, maar meneer Rooijakkers heeft ze zelf beantwoord, maar voor het grote deel. Van opinie voorzien, dat wel, maar meneer Rooijakkers heeft aangegeven dat u de vragen schriftelijk
Ja. Een paar vragen zou ik schriftelijk stellen, maar naar aanleiding van wat de heer Kleine-Koerkamp zei, en wat, daar hebt u net op gereageerd over die, over, over die negatieve resultaten, heb ik gezegd van, dan is het belangrijk om te weten of het een exploitatieverschil is, of dat het ook te maken heeft met investeringen, want we hebben die de laatste jaren natuurlijk ook heel veel geïnvesteerd. Dat was een vraag. En ik had ook gevraagd om te kijken naar het verschil met die afvalheffingen. Die heb ik als tweede regel inderdaad opgeschreven, bladzij 166 als het goed is. Maar dan vraag ik toch even aan mevrouw Vetkamp om daarop te reageren of dat het inclusief investering is. En wat u zelf noemt uw stokpaardje van de afvalstoffenheffing. Ja, dat gaat mij nu even te snel om daar nu op te antwoorden. Als u het goed vindt, dan kom ik daar ook nog even schriftelijk op terug. Mag dat? Partij van de Arbeid, nog een extra vraag. Het extra geld in de organisatie. En daarbij noemt u onder andere voorziening wethouders. Ik denk niet dat dat iets is wat in de organisatie wordt gestoken. Dat is een pensioenvoorziening. En dat wordt niet in een organisatie gestoken. Die andere ben ik met u eens. Dat klopt. Daar heb ik net ook al kort uitleg over gegeven voor wat betreft de verlofuren en de mobiliteit. De tweede die we gevraagd hebben. Daar is ook nu een actie in gang gezet om te proberen dat zoveel mogelijk te beperken. Zodat dat geld maar gedeeltelijk en beperkt noodzakelijk zal zijn. Want gelet op de financiële situatie is het denk ik verstandig om zo min mogelijk op dit gebied uit te geven. Maar waar het nodig is, zullen we dat toch moeten doen. Mevrouw voorzitter, mag ik er even op reageren, want anders krijg ik mijn vraag niet beantwoord. De vraag was eigenlijk, is er een onderliggend probleem waar dit een symptoom van is? Hebben we een bezettingsprobleem, feitelijk een bezettingsprobleem, structureel? Wat maakt dat we dit moeten doen? Als u praat over het stuwmeer aan verlofuren, in combinatie met de gesignaleerde werkdruk, dan ben ik dat met u eens dat daar een probleem zit. En dat we daar ik heb het eerder achterstallig onderhoud genoemd in de organisatie. Ja, daar zit wel een stukje waar we mensen meer werk hebben gedaan dan wat vooraf begroot was of ingeschat was. En dat heeft ook voor een heel groot deel te maken met de betrokkenheid van de personen die het werk toch voor elkaar willen maken. En dan moet u vooral denken aan de afdeling maatschappelijke ondersteuning, waar heel veel extra werk verzet is. Doen we zoveel dat wel gedaan wordt dat niet declarabel is? En dan komt u natuurlijk even op dat stukje van de grondexploitaties. Ik heb het geprobeerd om mij te laten uitleggen. Maar ik kom tot de conclusie dat het dermate gecompliceerd is. Dat mijn voorstel is om dit onderdeel met name een keer apart in de werkgroep planning en controle aan de orde te laten zijn, want het is echt gecompliceerder dan wij ons kunnen voorstellen. De grondexploitatie loopt meestal over een lange periode, 15 tot 20 jaar. En dat kun je niet één op één vertalen. Overigens was er van de week bij de technische sessie een vraag vanuit onder andere ChristenUnie, kun je het niet op een tussenrekening boeken? In feite gebeurt dat. In feite gebeurt dat. Want je kunt de kosten voor voorbereiding op immateriële vaste activa boeken, maar dan moet je ze binnen 5 jaar activeren. Ja, dus het zijn geen. Sorry, voorzitter. En die komen dan later in de grondexploitatie ten laste. Maar dat zie je nu niet. Voorzitter? U geeft aan daar schriftelijk of in de commissie planning en controle. Nou, ik wilde eigenlijk voorstellen, maar dat is even aan de commissieleden, maar mijn voorstel is om hier een keer apart uitgebreid over met elkaar van gedachten te wisselen in de werkgroep planning en controle. Want het is een gecompliceerde materie. Het is toch heel belangrijk, voorzitter, want het wordt hier gepresenteerd als een last.
Maar het is in feite een balanspost die je straks, zeg maar, wanneer je de gronden in exploitatie neemt, gewoon kunt overboeken. Dus het hoort niet in het verlies thuis. Dat is mijn punt. En zo zijn er meer van die posten. Vandaar dat ik ook vroeg van hoeveel zit er nou in investeringen en hoeveel zit er in werkelijk kosten. En het wordt allemaal als een soort kasgeldboekhouding wordt het neergezet, terwijl het eigenlijk gewoon geen verlies is. De vragen die ik kon beantwoorden, heb ik beantwoord. Dan blijven er nog een paar over voor mevrouw Vetkamp, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Mevrouw Vetkamp, kan ik u het woord geven voor de nog niet beantwoorde vragen die aan u zijn toebedeeld? Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag over de nieuwe accountant, wanneer is hij gestart? Accountant is in november gestart met de interimcontrole. Interimcontrole was 2 weken. We hebben daar een managementrapportage van ontvangen, een management letter. Eind december, doe ik even uit mijn hoofd. En de jaarrekeningcontrole is, daar kan het 1 mei mee begonnen. En ook op dit moment, ja op dit moment niet, maar ook vandaag waren ze nog in huis. De controle gaat deze week nog verder. En nog even afwachten hoe het loopt met WMO en de jeugd. Wanneer we de stukken zeker hebben, hopen we dat de controle zo snel mogelijk beëindigd kan worden, afgerond kan worden. Dan de vraag over risicoanalyse en wethouderspensioenen. De risicoanalyse die wordt 2 keer per jaar opgesteld. 1 keer bij de begroting en 1 keer bij de jaarrekening. In tegenstelling tot alles wat in de jaarrekening staat. In de jaarrekening kijken we bij alles terug, behalve bij de risicoanalyse, kijken we vooruit. Ik snap uw vraag over wethouderspensioenen, of die daartussen hoort. Maar bij de beoordeling voor de jaarrekening, en ook vooruitkijkend, is hij in ieder geval niet binnen de top 10 gekomen. Dan een vraag over afvalstoffenheffing. Ik heb even zitten bladeren. U verwijst naar bladzijde 48. Het bedrag wat op bladzijde 48 staat, dat zijn de lasten die aan de afvalstoffen en aan de reiniging is gemaakt. Dus echte uitgaven, de lasten. Dan op bladzijde 76. Daar hebben we het over kostendekking. Afvalstoffenheffing, reiniging gaat via een voorziening. Dus op het moment dat er voordelen of nadelen in de exploitatie zijn bij afval, dan gaat dat ten gunste of ten laste van de voorziening. En daarom is die kostendekkend. 100%. Want alle lasten die overblijven worden naar de voorziening gezet. En die blijven dus ten gunste van de bewoners. En andersom. Daarnaast kan ik ook nog even refereren naar bladzijde 145. Dan kijken we naar de analyse van programma 8. En daar wordt bij het allereerste regeltje in het overzicht direct bovenaan de bladzijde. Totale lasten, realisatie 2016, wordt €2.327.000 genoemd. Dus dat komt weer overeen met bladzijde 48. Ik hoop dat ik die vraag dan voldoende beantwoord heb. Dan had u nog een vraag over de investering op bladzijde 106... En die vraag heb ik niet helemaal begrepen. Wat bedoelt u? Meneer Royakkes, ja. Welke bladzijde was het, 106? U verwees naar bladzijde 106. Ja, want ik dacht dat daar ook door de heer Kleine Koerkamper werd verwezen. Omdat daar staat, de structurele exploitatieruimte is negatief. Dit betekent dat we structureel meer uitgeven dan we ontvangen. Dat was waar we op aansloegen. Want dat is, op termijn zou dat niet gezond zijn. Daarom was mijn vraag, die uitgaven, zitten daar ook de investeringen bij? Want als dat zo is, dan hoeft dat helemaal niet slecht te zijn. Want we zijn juist hartstikke aan het investeren in allerlei dingen waar we de komende jaren heel veel profijt van willen hebben. En vraag is helder, meneer Royakkes. Mevrouw Vetkamp.
Ja, dan gaat het dus over de structurele exploitatieruimte. De bedragen die hier genoemd zijn, dat zijn de bedragen in de exploitatie, dus niet op de investeringen. En even als voorbeeld, de structurele lasten, dat zijn de lasten die in de exploitatie staan. En daar zijn dan de incidentele lasten van afgehaald. En de incidentele lasten kunt u vinden op het overzicht incidentele baten en lasten. Dus het is eigenlijk een optelsom met allemaal bedragen binnen de exploitatie. Dank u wel, mevrouw Vetkamp. Meneer Veldhuis heeft nog een aanvullende vraag. Ja, u geeft aan dat eind december de managementletter is gekomen. De wethouder gaf aan dat de accountant eigenlijk aanvullende eisen heeft, waardoor we nu ons geconfronteerd zien met diverse financiële problemen. Misschien is dat een groot woord nog, maar dat weet ik niet. Nou is even mijn vraag, is in die managementletter al gesproken over deze aanpassing die we moesten doen? Zoals de aanpassing op de pensioenen, zoals eigenlijk alle andere zaken waar we het verder over gehad hebben. Is dat in de managementletter al geweest of is dat later geweest? Ik kijk even naar mevrouw Vetkamp. Bij mijn weten is dat later geweest. Dat klopt, ja. Nog meer aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording. Ik had zelf ook het idee dat de wethouder compleet was wat ik kon volgen. Mag ik u, uw opinie op deze conceptjaarrekening, want dat is het nog steeds, zonder controle of verslag. Meneer Kleine Koerkamp, gemeentebelangen. Ja, voor ons, dank u wel voorzitter, voor ons ligt een jaarrekening met vele verrassingen. Positief dat we nog een overschot hebben van 150.000 euro. Maar gelet op de begroting, een forse achteruitgang, het baat ons dan ook grote zorgen dat hij hierbij opmerkt dat we structureel meer uitgeven dan we ontvangen. Gezien de nog gezonde financiële situatie van de gemeente Dalfsen kunnen we dit nu nog opvangen. Maar dit houden we niet jarenlang vol, ook al gezien de forse uitgaven die nog volgen. Denk hierbij aan het nog niet afgeronde cultuurhuis de Spullen Nieuw-Leuzen, de centrumvisie in Dalfsen en de toch onzekere situatie in het sociale domein. Ook de werkdruk hier in het gemeentehuis en het onder andere niet in controle hebben van de verlofuren doet onze wenkbrauwen fronsen. Een compliment naar de medewerkers toe is dan ook zeker op zijn plaats als we het ziekteverzuim zien, dalend en fors onder het landelijk gemiddelde. We zijn dan ook erg benieuwd hoe de maatregelen die u hebt getroffen om de stuwmeer droog te leggen zullen uitpakken. Waarbij u blij mag zijn over zulke gemotiveerde medewerkers te mogen beschikken. Wat betreft de financiën hebben wij als gemeentebelangen al jaren bij de jaarrekening gezegd dat we weliswaar een financieel gezonde gemeente zijn, maar dat we wel scherp aan de wind moeten blijven zeilen. Deze kreet willen wij met windkracht 9 herhalen. Willen we tegenvallers nog net zo kunnen oplossen als dat we dat in deze jaarrekening hebben gedaan. Denk maar aan de wethouderspensioenen. Feit, er is niets aan te doen. Verlof, stuwmeren, mag gewoon niet meer plaatsvinden. Uren grondexploitatie, nieuwe overheidsregels, dus feit, vooral uit de BBV. Sociale werkvoorziening, participatie, lijkt structureel. Goed is het dat u in de begroting al eventuele tegenvallers hebt opgenomen, zoals de rijksbijdrage en de tegenvallers in deze jaarrekening volledig hebt toegerekend. Hier en daar zullen daar meevallers gaan ontstaan. Het is nu nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen, aangezien de accountantscontrole nog niet af is en er in programma 7 in ieder geval nog enkele aanpassingen zullen plaatsvinden. Vooralsnog zijn we bezorgd en mogen hopen dat de vele wijzigingen in het overheidsapparaat van de afgelopen jaren, zoals de 3 decentralisaties en de BBV, waarbij wij bij deze laatste de aansluiting bij voorgaande jaren kwijtgeraakt zijn, langzamerhand een plaats krijgen in de organisatie. Dan hebben we het nog niet helemaal over de komende
omgevingswet en de duurzaamheidsproblematiek. We zullen dus zeker heel scherp aan de wind moeten blijven zeilen en zien dan ook met de nodige spanning de definitieve jaarrekening met accountantsverklaring tegemoet. Ook de volgende maand te behandelen perspectiefnota zal onze nodige duidelijkheid in positieve of negatieve zin verschaffen. Maar één zaak mag duidelijk zijn, en ik heb daar eigenlijk geen goed antwoord op gehad. Een structureel exploitatietekort kunnen we niet accepteren. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Koerkamp, voor uw reactie. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ook van onze kant in deze tweede termijn een aantal punten. Eigenlijk is het best wel lastig om een oordeel te geven. Er zijn nogal wat onduidelijkheden, zoals net ook geconstateerd. En eigenlijk wachten we ook met ons oordeel maar liever even af wat de accountant uiteindelijk ook concludeert. Toch een aantal opmerkingen. Allereerst positief. Wij willen het college en het ambtelijk apparaat in ieder geval hartelijk danken voor al die dingen die zijn uitgevoerd. Er staat gewoon ook heel veel op groen. Laten we dat vooral niet vergeten. Daar zijn we blij mee. Waarvoor dank. Dank ook voor het document van de jaarrekening, want het is werkelijk een lading aan gegevens en cijfers. Waarbij ons wel van het hart moet dat het deze keer niet zo eenvoudig was te doorgronden en sterker nog is te doorgronden. Dus daar waar de heer Koerkamp spreekt over scherp aan de wind zeilen, ik heb het idee dat storm op komst is en dat we inmiddels te maken hebben met een soort klapgrijp. Dus wat er gaande is, weet ik niet, maar nog geen half jaar geleden hadden we het beeld hier dat we ongeveer structureel 1 miljoen over hadden. En dan hadden we het idee van, laten we gewoon eens kijken waar we dat dan ook de komende jaren aan spenderen. Inmiddels gaat de andere kant op en komt denk ik straks de vraag naar voren van, hoe gaan we dit financieren? En dan hebben we nog helemaal geen ruimte voor nieuw beleid. Dus in die zin vind ik het wel echt een soort vrije val van onze koers. Als het anders is, zien we dat graag bij de perspectiefnota anders geformuleerd. Concluderend uit het verschil tussen deze conceptjaarrekening en de tweede bestuursrapportage is eigenlijk het volgende, dat we 4 miljoen aan wijzigingen hebben. 4 miljoen in het laatste kwartaal. Daarop bij opgeteld dat we eigenlijk concluderen dat we geen overschot hebben, maar een tekort. Dat is ook wat de wethouder zegt. En dan heb ik het niet over die ruim 2 miljoen die uit de voorzieningen en reserves komen. Maar ook over met name doorschuiven van die 212.000 euro. Dan is wat ons betreft de conclusie dat het een negatief resultaat is. En de signalen dat we te maken hebben met een structureel tekort. Dan is er wat ons betreft wel sprake van toch enig noodsignaal. En we vragen ons dan ook af welke maatregelen het college hiervoor in gedachten heeft. Of is dat de discussie van de perspectiefnota? Dat zou kunnen, maar dat gaan we dan wel horen. Een ander punt, ik dacht dat de heer Wildvank daar ook al een keer opmerking over gemaakt had, is toch een zeker beeld wat hier nu ontstaat, dat overschotten in het sociale domein worden aangewend om de interne organisatie of op orde te krijgen of wat dan ook, of gewoon dingen die we nooit gezien hebben in één keer te financieren. Dat voelt gewoon niet goed. En we zitten ons ook af te vragen van hoe je dat beeld dan ook beter kan neerzetten. Wat er gezegd is dat het overschot van 1,3 miljoen dit jaar weliswaar optreedt, maar dat als sneeuw voor de zon verdwijnt, dacht ik, hè, wethouder, dat u dat zo ongeveer zei. En tegelijkertijd is dat een opmerking die we nu al, denk ik, in het kader van de WMO al een jaartje of 4, 5 horen. Op de een of andere manier klopt dat verhaal dan niet meer vanuit het verleden en ik weet niet wat het dan waard is voor de toekomst. Dus wat is nou de kans dat we dan volgend jaar weer overhouden? Of zitten we echt nou zo langzamerhand naar die bodem toe te werken? Want het gekke is dat die bedragen steeds groter worden in plaats van kleiner. Geeft een ongemakkelijk gevoel. Wat ons betreft ook een signaal dat we het gewoon niet in de vingers hebben. Dan de toelichting over de inzet van personeel, daar is al het nodige over gezegd.
en allerlei verrekeningen. De wethouder geeft ook aan, dat is complexe materie. Nou, dat vonden wij ook. Het beeld is wat ons betreft nog steeds niet helder. Wij hadden hier neergezet, is het misschien tijd om eens een goede analyse uit te voeren. Nou, de wethouder was ons al voor, die heeft het al toegezegd om dat te gaan doen. Want ik denk dat we daar wel behoefte aan hebben. Hoe zit het nou hier met de personeelsontwikkeling? En dan bedoel ik niet inhoudelijk, maar ook qua capaciteit voornamelijk. Hoe zit dat nou in elkaar en waar zijn we nou aan toe? Het blijft onduidelijk. Over het negatieve resultaat heb ik al iets gezegd. Ik wil nog even aankondigen, die had ik eigenlijk in de eerste ronde moeten doen, dat wij over de GBLT nog een serie schriftelijke vragen zullen doen toekomen aan het college, die we graag beantwoord willen zien. Afsluitend zou je kunnen zeggen, er past ons wel iets meer bescheidenheid. In de inleiding wordt gesproken over van de prestaties die we doen, dat die gericht zijn op participatie en altijd binnen financiële kaders. Wat ons betreft past iets meer bescheidenheid. Want die financiële kaders, ik weet niet welke kaders we dan op dit moment nu zo trots op zijn. Want op de een of andere manier zijn we aan het schuiven naar een verkeerde kant. Over de inzet richting de inwoners zijn we het overigens van harte eens met het college. Tot zover onze bijdrage. Het is geen definitief oordeel, ook geen voorlopig oordeel, maar het zijn wel een aantal kritische opmerkingen naast de waardering voor al het werk wat ook goed is gegaan. Dank u wel, meneer Nijkamp. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Dank en complimenten voor de opgeleverde stukken en de prestaties die geleverd zijn. Gezien onze vragen was er veel onduidelijkheid en zijn er zorgen. De onduidelijkheid is door de beantwoording grotendeels weggenomen. De zorgen niet. Onze grote zorg van de afgelopen periode, de invoering van de 3D's in het sociaal domein, heeft vooralsnog goed uitgepakt. Ook al moet hier de komende jaren nog meer bezuinigd worden, de invoering is goed geweest. Waar we nu verder op kunnen bouwen. De invoering van het sociaal domein raakt direct onze inwoners. Het CDA is dan ook blij dat de inwoners de zorg op maat krijgen die ze mogen verwachten. Het CDA spreekt hier dan ook zijn waardering uit. Of wij de gelden waar ik in de eerste termijn op gevraagd heb willen behouden, neem ik terug naar de fractie om te overleggen wat we hiermee willen. Daarnaast is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in onze gemeente. Er komen nog enkele grote investeringen aan. Ze zijn net ook al genoemd door gemeentebelangen. Op zich mogen we daar trots op zijn. We zijn een mooie gemeente met mooie voorzieningen. Dit lezen we ook terug in de beoordelingen van onze inwoners. Het is prettig wonen in de gemeente Dalfsen. De lasten voor de burger zijn meer dan acceptabel als je dit vergelijkt met andere gemeenten om ons heen. Ons weerstandsvermogen is nog stabiel. Wij zijn nog steeds een gezonde gemeente. Maar dan komt onze grote maar. Wij maken ons wel zorgen over de toekomst. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Er is veel veranderd in de manier van vastlegging door de komst van de besluitbegroting en verantwoording. Er is veel verantwoordelijkheid naar ons toegekomen door de transitie binnen het sociaal domein met de bijbehorende financiële middelen. Door de vele tekorten in deze jaarrekening vragen wij ons terdege af of we alles goed op de rit hebben. Ik ben dan ook blij met de toezegging van onze wethouder om samen met de werkgroep planning en controle hier eens nader naar te kijken. We zijn dan ook benieuwd naar de verklaring en de toelichting van de accountant. Maar goed, dan hebben we het over afgelopen periode, hebben we daar duidelijkheid over. Maar we moeten kijken naar de toekomst, want daar kunnen we nog bij sturen. Wij zien dan ook uit naar de perspectiefnota, want deze wordt in onze ogen erg belangrijk. Omdat ik net al zei, daar kunnen we nog bij sturen. Dus daar is het wachten nu op, denk ik. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Wildvank. Ja, dank u wel. Ja, ook wat mij betreft compliment voor het stuk. Helder in beeld gebracht en mooi te zien dat er ook veel prestaties goed zijn opgepakt en afgeleverd. De technische vragen die zijn in de toelichtende bijeenkomst goed uitgelegd. En wat er dan overblijft op dit moment voor mij in ieder geval is een wat algemeen oordeel over die rekening, die jaarrekening. En daar zit één punt in waar ik echt wel wat moeite mee heb. En dat zit hem in de toelichting op de belangrijkste verschillen. Het is net eigenlijk in verschillende bewoordingen, op verschillende manieren ook al aan de orde gesteld. En ik maak het even plat, want u zegt daar volgens mij, we hebben een overschot op de WMO en de jeugd van ruim 1,3 miljoen. En dat besteden we goed deels aan apparaatskosten, zoals voorzieningen voor een wethouderspensioen, verlofstumeren en mobiliteit. En daarnaast is er nog wat onduidelijke versleuteling van de uren die we kennelijk wel begroot hadden voor de grondexploitatie, maar daar niet konden boeken. En de vraag die zich dan aandient,
is of u diezelfde keuzes voor die posten ook zou hebben gemaakt als het overschot er niet zou zijn geweest. Had u dan ook 1,1 miljoen aan die apparaatskosten geboekt? Of was het dan wellicht mogelijk geweest om dat niet te doen of op een ander moment te doen? Want de indruk die het bij mij oplevert is dat er een overschot dreigde dat voor de beeldvorming niet helemaal passend was. En vervolgens zijn er wat voorzieningen getroffen die maken dat dat totaalbeeld weer wat draaglijk wordt. Ik snap dat wel, maar het is de vraag of een zo groot bedrag uit het sociaal domein zomaar kan laten verdampen naar wat algemene voorzieningen. Algemene voorzieningen die misschien een symptoom zijn of een wat dieper gelegen organisatieprobleem. En het antwoord wat net kwam op dat punt te repareren achterstanden, dat zou moeten leiden tot de conclusie dat er kennelijk in de afgelopen jaren ambtelijk niet is bezuinigd. En dat vind ik gek, want in de afgelopen jaren heb ik vanuit de PvdA meermalen geprobeerd om die bezuiniging op die kleine instellingen terug te draaien. En daar kreeg ik een keer het antwoord dat ook het gemeentelijk apparaat mee moest bezuinigen. Maar als ik dan nu hoor dat die bezuinigingen helemaal niet doorgevoerd zijn en dat er nu reparabele achterstanden zijn, dan vind ik dat wel een beetje gek. En dan druk ik me voorzichtig uit. Overigens heb ik wel begrip voor het punt dat de accountantsverklaring op dit moment ontbreekt. Ik snap dat er nog wat na te zoeken valt, dus daar is al van alles over gezegd. Ga ik niet er wat aan toevoegen, maar ik blijf wel zitten met een ongemakkelijk gevoel op dat punt van het overschot versus voorzieningen die opeens getroffen worden. Ja, voor het overige wil ik het oordeel meenemen naar de latere behandeling. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik moet natuurlijk ook eerst met complimenten beginnen. En ik ben erg onder de indruk van het enorme boekwerk wat voor ons ligt, of in digitale vorm of anderszins. Ik weet niet of het allemaal verplichte informatie is, maar het is in elk geval erg veel. Waarvoor mijn complimenten. We hebben een hele discussie gehad en ik zal het kort houden. Ik kan me niet voorstellen dat een aantal van die bedragen die wij hier hebben gehoord, dat die in de kosten moeten, in de lasten moeten. Dus ik adviseer dringend om dat met de accountant op te nemen. Ik vind dat de accountant ook niet overal de schuld zou moeten krijgen. De accountant die controleert wat u boekt en niet andersom. En bijvoorbeeld als je het hebt over die uren van de grondexploitatie, is toch 600.000 euro. Kan ik mij niet voorstellen dat het in de lasten moet. Ik wil dat graag genotuleerd hebben. Dat zijn geen lasten. Als die uren goed zijn besteed, kunnen ze altijd later geboekt worden in die exploitatie. Dus die kun je nu gewoon op een balanspost zetten. Dat zijn geen verliezen. En zo zijn er nog wat meer van die posten bij. Dus ik zou er toch een keer goed naar willen kijken. Ik ben iets minder negatief over dat resultaat en over het structureel tekort. Omdat hier zitten flink wat posten bij. Bijvoorbeeld als je kijkt ook naar die 350.000 euro verlof stuurmeren. Als u nu een plan hebt wat u het aannemelijk kunt maken dat u ongeveer de helft ervan niet hoeft uit te geven, dan hoeft u de helft ook niet in lasten te nemen. Gemakkelijk genoeg. Dus geef nou niet de accountant overal de schuld van. Je moet zelf aan het stuur zitten. Dus dat is een goed advies. En verder zijn er meer mensen geweest die zorg hebben gehad over de enorme toename in personeelskosten. Sinds de begrotingsopstelling voor 2016 hebben we meer dan 2 miljoen extra personeelslasten gehad. Dat vind ik veel geld. Dus daar heb ik ook zorgen over. En dan gaan we binnenkort denk ik een boom over opzetten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, ook van onze kant dank voor de concertjaarrekening zoals we die ontvangen hebben. Voor de rest is hij wat ons betreft ook goed leesbaar. Als we kijken naar alle resultaten die we behaald hebben op de programma's. Complimenten daarvoor. Maar ook wij maken ons zorgen. Zorgen over de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Zoals we het nu zien, gaan we de komende jaren te maken krijgen met mogelijke tekorten. We vinden het vreemd dat we er zo plotseling mee geconfronteerd worden. U geeft aan dat dit komt vooral door te maken krijgen met een nieuwe accountant. Daarbij geeft u zo net aan dat deze accountant dat vereist en dat Dalfsen en Ommen de enige gemeenten zijn die deze accountant hebben. De vraag die bij mij rijst is, zijn wij niet het braafste jongetje van de klas hierin? Zijn daar toch misschien al andere dingen in mogelijk, wat mijn collega Rooijakkers net ook al aangeeft? Kunnen we daar op een andere manier naar kijken? En is daar misschien toch sprake van een minder laag resultaat? Of een resultaat in ieder geval dat we niet te maken gaan krijgen met tekorten?
Even zien, waar was ik? Daarnaast hebben wij ook het sterk het idee dat we tekorten aan het repareren zijn met overschotten uit het sociaal domein. We zijn ook aan het schuiven met bedragen over het jaar heen, waarmee we het idee krijgen dat we volgend jaar wederom te maken kunnen krijgen met werkzaamheden uit 2016 die in 2017 nog moeten doen. Daarmee gaan we toch wederom verlofstuwmeren creëren, of moeten we extra kosten maken voor externe inhuur als we de afgesproken prestaties over 2017 ook willen behalen? Het is voor nu in elk geval onduidelijk. In de afgelopen periode zijn we op zoek geweest om extra invulling voor nieuw beleid te zoeken voor het structurele overschot dat we elk jaar zien. Gezien de huidige situatie rijst bij mij de vraag of dit nog wel verstandig is. Maar goed, dat moeten we bij de behandeling van de perspectiefnota bekijken. Graag zien we uw opinie als college hierover ook terug tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Vindt u het zelf verstandig dat we deze extra invulling voor nieuw beleid moeten doen? Als raad hebben wij de verantwoordelijkheid om een gezonde financiële situatie door te geven aan de volgende raad. Het voorstel van D66 om een sessie in te plannen met de commissie Planning en Controle en de accountant onderschrijven wij dan ook. Het is goed om de vragen die nu spelen met de accountant erbij te bespreken voor de definitieve behandeling in de raad. Wij zullen ook de vragen die wij nog hebben verzamelen en met u allen delen. We zien de definitieve jaarrekening tegemoet met een verklaring van de accountant en we stellen ons oordeel verder uit, nemen het mee terug naar de fractie. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. En ik concludeer dat de raadscommissie, ik probeer het samen te vatten, zorgen heeft geuit. En die worden ook gedeeld door het college. Heb ik u horen zeggen. De interne zaken hebben afwijkingen op de begroting veroorzaakt, naast wat andere zaken. En de raadscommissie geeft dan ook aan dat er beter gestuurd zou moeten worden. Er zijn twijfels geuit of we de financiën voldoende in de hand hebben. En de raadscommissie wil graag, en dat heeft u ook toegezegd, in de planning en controle spreken over de niet declareerbare uren. Moeilijk woord, vanuit de grondexploitatie en daar een toelichting op hebben over hoe die beter verwerkt zou kunnen worden en in overleg met de accountant om de zorgpunten verder te bespreken en onduidelijkheden weg te nemen. De wethouder vraagt nog om een reactie. Ja, ik heb één puntje, dat wil ik even aan de heer Wildzank vragen. Oh, heb ik hem nou goed gehoord en heb ik nou goed begrepen dat hij zegt dat er de afgelopen jaren ambtelijk op de organisatie niet bezuinigd is? Nee, ik heb gezegd dat je maar zo tot de conclusie zou kunnen komen dat als nu gezegd wordt van dat door de bezuinigingen van de afgelopen jaren gaten zijn die we nu met terugwerkende kracht moeten vullen, dan zou je dus ook kunnen zeggen, nou dan is het dus eigenlijk niet bezuinigd, dat gaan we nu allemaal weer vullen. Ja, maar u gaat echt volstrekt voorbij aan alle extra zaken die vanuit de centrale overheid naar ons gedelegeerd zijn. En daar ga ik helemaal niet aan voorbij. Ik ga ervan uit dat datgene wat hier begroot wordt, dat dat ook keurig gedekt is. En dat daar ook de middelen voor beschikbaar zijn gesteld die daarvoor vereist zijn. Maar nu wordt, u zei net van, er zijn door de bezuinigingen gaten ontstaan in de... In het bezettingsplaatje. Dat is wat ik u hoorde zeggen. Dan zou je dus nu tot de conclusie moeten komen dat we nu zeggen, van, of dat u voorstelt, die gaten die door de bezuiniging zijn ontstaan, weer te vullen. De voorstellen die zult u bij de perspectiefnota zien. Het is wel duidelijk dat sinds 2010 bijvoorbeeld er totaal geen rekening is gehouden met bijvoorbeeld een inflatiecorrectie. En oorspronkelijk was dat 1% per jaar. Het is jarenlang op nul gezet. En dat het iets moet uit de lengte of uit de breedte komen. En kosten binnen de organisatie nemen toe. Je wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met een softwarebedrijf wat ineens zegt, ja, maar het gaat nu, die licentie is nu 40.000 euro duurder. Ja, dat zijn allemaal stijgende kosten die op een of andere manier opgevangen zullen moeten worden in de organisatie. En ja, ik ga daar graag met u over in discussie bij de perspectiefnota. Overigens, meneer Veldhuis, ik heb niet gezegd dat Dalfsen en Ommen de enige zijn die deze accountant hebben. Ik heb Ommen als voorbeeld genoemd.
deze accountant heeft veel meer gemeenten, maar ik heb even Omme als voorbeeld genoemd, omdat ik het daarvan weet dat daar ook die voorziening getroffen moet worden. Ja, maar degene die dus niet met deze accountant werken, daarvan hebben wij nog nooit gehoord dat die voorziening wel getroffen moest worden. Dank u wel voor deze aanvulling, meneer de wethouder. En u heeft aangegeven de verwachtingen en de stand van zaken op vraag van de ChristenUnie rondom PGB en de jeugd nog verder uit te zullen schrijven. De stand van zaken met name daarin. En de daling van de samenwerking in relatie tot de verbouwing en bijvoorbeeld de omgevingswet. En dan was het over het interne bedrijf. Daarmee heb ik geprobeerd... De mantelzorg. Ja, neem me niet kwalijk. Die is ook nog in de toezegging meegekomen. Neem me niet kwalijk. En daarmee heb ik geprobeerd samen te vatten dat we nu de concept jaarrekening voor een deel, voor zover die goed is opgesteld en nog aangevuld zou worden met de nodige stukken vanuit de accountantscontrole en de verslaglegging daarbij. En we gaan hem in de volgende maand definitief proberen te bespreken. Dank u wel voor al uw inbreng en vragen en de beantwoording en de technische ondersteuning van mevrouw Vetkamp. Dank u wel. En daarmee gaan we over naar het volgende punt, het laatste agendapunt. De evaluaties van de stichting Dalsen Werkt. In januari 2015 is de stichting Dalsen Werkt opgericht. En die stichting die verloont reïntegratiekandidaten vanuit de participatiewet of detacheert die. En er is toegezegd aan de raad destijds een evaluatie te zullen houden over de stichting. En uit die evaluatie zijn een aantal aandachtspunten gekomen. Meneer Van Leeuwen is de portefeuillehouder. En ik stel voor in één ronde uw vragen en uw opinie mee te geven. Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Allereerst bedankt voor de informatie. De documenten zijn helder wat ons betreft. En het is wat ook goed geweest dat medewerkers van de Stichting Dalsen Werkt zelf via interviews aan het woord zijn geweest. Dat vinden we erg positief. In algemene zin, het is bijzonder positief om te lezen dat de medewerkers de overgang naar de stichting als positief ervaren. Ik heb begrepen dat de medewerkers ervaren dat ze meer onderdeel van de samenleving zijn en dus ook van waarde zijn. Belangrijk om te constateren. Voor de CDA-fractie telt ieder mens. Het is ook goed om te lezen dat dit punt bereikt is. Een heel praktisch dingetje, daar ben ik benieuwd naar hoe de wethouder daar tegenaan kijkt, om medewerkers te kunnen begeleiden, wordt genoemd een operationeel manager. Nou, hoe kijkt u daar tegenaan? Financieel is er wel een probleem. Er is tekort op de exploitatie, heb ik begrepen, groter dan de kosten die eerder werden gemaakt toen de stichting start ging. Dat is niet wat de CDA-fractie had verwacht en zeker ook niet wenst. Kan je dan stellen, dat is een vraag, dat de resultaten van de reïntegratie achterblijven bij de verwachtingen, zowel in middelen als in geld? En hoe ziet de wethouder dat de komende jaren? Ziet hij een mogelijkheid om de kosten te verlagen? Welke rol gaat de loopbaanbegeleider daarbij spelen en biedt de aantrekkende arbeidsmarkt ook kansen voor deze doelgroep in onze gemeente? Kortom, wat ons betreft een positief beeld is goed om te lezen en werk aan de winkel, denken wij, van de reïntegratie. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Uit het stuk komt de indruk naar boven dat er heel serieus werk is gemaakt van deze evaluatie. En het is ook goed te constateren dat de integratie goed is verlopen en dat de exploitatie van de stichting voldoende inzichtelijk is. Er zijn concrete aanbevelingen geformuleerd en die zullen nu moeten worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan. De conclusie is natuurlijk ook wel dat er verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Maar goed, dat is bijna altijd zo, schat ik dan maar in. En het is heel goed dat ook de participatieraad en de raad van advies van de stichting erbij zijn betrokken. Twee kleine vragen die ik nog wel stel is, wanneer denkt u dat het uitvoeringsplan gereed zal zijn, zodat we daar met u in gesprek kunnen? En er staat een opmerking in het stuk dat de verwachting is dat er nadelige saldi zullen ontstaan oplopend tot
260.000 euro in 2020. Is dat nou iets wat al in de meerjarenbegroting zit? Ik durf het bijna niet meer te vragen na afloop van het vorige onderwerp. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. We hebben kennis genomen van de evaluatierapportage, want DALFS werkt. En we constateren dat er op onderdelen succes behaald is. Met name wat betreft de toenemende betrokkenheid van DALFSse werkmedewerkers bij hun werk in onze gemeente. Ze zijn daar trots op. Duidelijk wordt echter dat het nog wel onderhanden werk is. Onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden, geen actieve invulling door de afdeling MO, hè, komt hier naar voren. Begeleiding, informatievoorziening en werkstructurering van DALFSse werkt en openbare ruimtemedewerkers lijkt onvoldoende aandacht te krijgen. Integratie van het DALFSse werkteam in de afdeling openbare ruimte was een van de doelen van het plan, maar lijkt niet realistisch. De DALFSse werkmedewerkers vinden binnen hun eigen groep specifieke steun en ondersteuning die zij nodig hebben. Dat blijkt ook al door het voornemen om een eigen personeelsvereniging in het leven te roepen en een aparte orgaan voor de meesterzeggenschap. De integratie zou bespoedigd kunnen worden. Bijvoorbeeld, we hebben daar twee tips voor. Misschien kunt u dat overwegen om daar eens naar te kijken. Om in plaats van een loopbaancoach of een manager te praten over een jobcoach. Dus een andere functieomschrijving, kan ik u later nog wel een keer toesturen. En er is ook een aardige training, een Harry-training, www.ikbenharry.nl, om de medewerkers openbare ruimte de gelegenheid te bieden en training te volgen voor begrip voor elkaar en integratie. Interessant idee om dat eens een keer uit te proberen wat uw gedachten daarbij zijn. En verder willen we u nog meegeven maatregelen te nemen voor de begeleiding, informatieverstrekking en onderlinge samenwerking voor de medewerkers veel beter te faciliteren en duidelijkheid te brengen in verantwoordelijkheidsstructuur en de rolinvulling. Zoals ook is aangegeven in de notitie. We zijn blij mee dat u de vinger op deze plekken legt en we hebben alle vertrouwen in dat het gaat lukken om het nog veel beter te maken dan het al is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ook van onze kant dank voor de evaluatie. We vinden het goed te zien dat de evaluatie hierin serieus genomen wordt. We zijn ook blij te lezen dat we een goede start hebben gemaakt met de SDW. U geeft aan dat er nog wel wat weerstand is vanuit de organisatie ten aanzien van de SDW. Het is ook goed te zien dat u daar actie wil op ondernemen. Maar ik ben wel even benieuwd, wat moet ik me precies voorstellen onder weerstand? Voor de rest, ja, ook ik kwam even tot diezelfde conclusie als de heer Wildvank. U geeft aan bij de exploitatie dat in 2014 geen rekening is gehouden met de tijd die door ambtelijk medewerkers is besteed aan het WSW-dossier. En in 2016 wel. U geeft vervolgens aan dat we, als we deze tijd ook in 2016 buiten beschouwing laten, het tekort 90.000 euro of kleiner is. Hoe kan het zijn dat deze tijd in 2016 wel inzichtelijk is en in 2014 niet? Heeft dit te maken met de nieuwe accountant? En is het tekort van SDW ook van invloed op de jaarrekening 2016 van de gemeente? Dat waren onze inbreng. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Kleine Koerkamp, gemeente Langen. Dank u wel, voorzitter. De vraag over een einddatum bij het uitvoeringsplan van de Partij van de Arbeid, die hadden wij ook. Dus die zal verder niet meer stellen. Dan de met de Stichting Duurzaam of de Stichting DALFSsen werkt. Zijn er ook veel meer contacten gekomen met de werkgevers in de gemeente DALFSsen? Heeft dit ook een positief gevolg gehad wat betreft uitstroom uit de WWB? En heeft dat dan ook positieve financiële gevolgen die ook nog wel toe te rekenen zijn aan de mensen van SDW? Verder wat deze evaluatie betreft, het is goed te lezen dat de overgang van sociale werkplaats naar SDW goed is verlopen en de medewerkers over het algemeen tevreden zijn. In de praktijk komen we nu de problemen tegen.
En dat zijn er niet weinig. Vooral de begeleiding is essentieel. Daarvoor hebben wij bij de oprichting al gewaarschuwd. Maar het is goed te lezen dat deze reguliere medewerkers hier open, of onze reguliere medewerkers hier open voor staan en ook graag daar scholing over willen hebben. In eerste instantie schrikken we ook dat ondanks de wens van de Raad dat een en ander kostenneutraal gerealiseerd moest worden, er behoorlijke overschrijdingen zijn geweest. Deze waren echter niet allemaal te voorzien. Denk aan de loonkostenstijging en ook niet allemaal te traceren door meer, minder of meer werk op maatschappelijke ontwikkeling, toerekening. Maar baat wel zorgen. Met voldoening lezen we dan ook dat u voornemens bent de conclusies en de verbeteringen aan te willen pakken in een uitvoeringsplan. Hierin wilt u de verantwoordelijken aanstellen en ook de efficiëntie back-office verbeteren. Hierbij moet wel nadruk liggen bij de werkdruk op de afdeling MO. Ze hebben door de drie decentralisaties al het nodige voor de kiezer gehad. We moeten er in het uitvoeringsplan voor zorgen dat een ieder zich verantwoordelijk gaat voelen voor alles wat de gemeente betreft en niet wat nu uit het plan naar voren komt, dat SDW vrij vertaald als een buitenbeentje wordt gezien, maar dat we daar één geheel van maken. We zullen de ontwikkelingen van het uitvoeringsplan met aandacht volgen en wensen u met de opzet veel succes. Dank u wel, meneer Kleine-Koelkamp. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Evaluatie Delsen werkt. Het zijn mooie evaluaties. Helder, het geeft veel informatie. Ieder een mooi verslag. Complimenten voor de makers van al deze stukken. En het lijkt me echt geweldig als je zoveel goed onderbouwde feedback en aanbevelingen krijgt. We hebben nog wat punten over. De meeste van de dingen zijn ook al wel genoemd. Ik heb nog twee punten die ik toch nog even wil noemen. En het eerste is een algemene vraag. De visie van de wethouder, hè, er waren ambities bij de oprichting. En hoe staan we er dan voor? Zijn die ambities tot nu toe dan gerealiseerd? Kan de wethouder iets over zeggen? En het tweede punt is, dat is al een paar keer genoemd, ook de andere partijen. De uitvoerder wordt steeds meer een begeleider. En dan wordt er gesproken over bijscholing, maar het is echt een andere functie. Een uitvoerder of begeleider. Dus past het dan wel om alleen in te steken op bijscholing? Dan moet je echt gaan zeggen van jongens, dit zijn andere functies, we zoeken er andere mensen voor. Zou ik wel graag iets willen horen. Nou, de rest is al gevraagd, dus dat komt wel terug. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Er zijn nog een paar vragen gesteld. En de wethouder is nog aan het schrijven. En nu het woord, meneer Van Leeuwen. Dank u, voorzitter. In zijn algemeenheid, de Stichting Dalsen Werkt heeft een 40-tal werknemers in dienst die werkzaam zijn in de groenvoorziening. Voor een groot deel afkomstig van de LARCOM en een aantal, een beperkt aantal, een stuk of 5, 6 uit de groenvoorziening van Wezo. Wij hebben bij de start meteen al gezegd van het is belangrijk om niet al te lang te wachten met een evaluatie en te kijken waar mogelijke knelpunten zitten. In zijn algemeenheid, en dat is ook door diverse van u geconstateerd, zijn deze mensen trots op het werk dat ze nu doen. En is het ziekteverzuim, waar het oorspronkelijk boven de 12% lag, gedaald naar tussen de 5 en 6%. En dat zegt heel veel. Als je ze ook spreekt buiten, dan zijn ze altijd, zoals ze hier zeggen, goed te passen. En ze hebben schik van hun werk en ze zijn nogmaals er heel trots op. Maar er zijn wel degelijk een aantal verbeterpunten die we uit deze twee evaluaties halen. En die we ook willen gaan uitwerken in een uitvoeringsplan. Blijven de resultaten van de reïntegratie achter bij de verwachtingen? Dat hangt er vanaf, meneer Koetsier, wat je van tevoren natuurlijk voor verwachtingen hebt. De eerste doelstelling die wij hebben gehad is om de mensen die in het groen werken, om die een passende baan aan te bieden binnen de Stichting Dalsen Werkt. En ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen, dat ze zich wel voelen. Nou, volgens mij is dat gelukt. Dat was een ambitie die we hadden.
Je komt nu in een situatie dat je gaat kijken van, zijn er misschien voor sommige mensen reïntegratiemogelijkheden? Daar is nu de loopbaanbegeleidster met de gesprekken mee begonnen. Maar dan loop ik gelijk tegen het volgende fenomeen aan. Wie zouden er eventueel naar andere werk begeleid kunnen worden? Dat is de hoogste groep, als ik dat zomaar even mag noemen. En die willen ze bij GroenLo net niet kwijt. Want dat zijn degenen die de productie leveren. Dus daar zit je in een dilemma. Bovendien moet je dan gaan kijken van, wil die persoon dat ook wel? Misschien kan die het wel, maar wil die het ook wel? Voelt hij zich niet veel prettiger binnen het huidige werk? Nou, dat zijn wel wat dilemma's waar we dan tegenaan lopen en waar we de komende periode handen en voeten aan moeten gaan geven. Wanneer is het uitvoeringsplan gereed? Ik weet niet precies uit mijn hoofd wanneer het op de rol staat, maar ik verwacht eigenlijk, meneer Wildvank, dat dat voor het einde van dit jaar gereed zou moeten zijn. Nadelige saldo die oplopen tot 220.000, zit dat al in de meerjarenbegroting? Ik hoop het. Maar ik durf het u hier niet te zeggen. Het was wel bekend, want het heeft te maken met de CAO van de WSW. En de lagere uitstroom dan waar het Rijk mee rekent. Maar ik zal dat even voor u nagaan, dan krijgt u antwoord op, akkoord? De begeleiding schiet tekort, D66. Ja, dat is meteen weer een groot woord. Het kan verbeterd worden. Ja, maar het is net hoe je je woorden kiest natuurlijk. Daar kan zeker wel een verbetering plaatsvinden. Ik ben heel benieuwd naar www. Ik ben Harry. Ik neem aan dat het niet Harry Jekkers is, maar ik ga dat zeker eens even bekijken. Wellicht kunnen we er wat mee. VVD, wat voor weerstand? Nou, dat is hele praktische weerstand. Ik heb van collega Agricola wel eens gehoord. De mensen in de reguliere buitendienst, die krijgen dan 1 of 2 mensen meegestuurd. Ja, en dan komt de toch wat ongenuanceerde opmerking, moet ik me zo gek op pad? En die jongens van de sociale werkvoorziening van Stichting Dallofse Werkt, die doen echt wel hun stinkende best. Alleen sommigen zijn wat sneller afgeleid dan andere mensen. En die staan dan eens even een auto na te kijken. Of ze staan eens even wat langer een sigaretje te roken. En dan komt er iemand van het publiek voorbij lopen. Maar daar moeten wij wat doen in onze voorlichting. Het verwachtingspatroon van mensen, dat kun je beïnvloeden. Daar moeten wij wat in doen. Waarom is het in 2016 wel inzichtelijk en daarvoor niet? Ik kijk even naar de gemeentesecretaris, maar volgens mij was het in 2014 nog niet gebruikelijk om op de projecten ook uren weg te schrijven. Ja, maar we gaan dat even nakijken. In elk geval is dat toen een project geweest wat, ik dacht in 2013, eind 2013 zo'n beetje gestart is. En daar is heel enthousiast in de organisatie is daar mee aan de slag gegaan. Ik denk niet dat die uren gewoon bijgehouden zijn. En we hebben dat vanaf 2016 hebben we dat gewoon wel gedaan. Contacten met werkgevers die zijn uitgebreid, meneer Koerkamp, via Stichting Dallofse Werk. Ja, maar dat is net even een andere doelgroep. Waar we hier deze evaluatie over hebben gehouden, dat betreft puur en alleen de mensen die in het groen werkzaam zijn. Wel is het zo dat we zien dat die uitbreiding van die contacten via mevrouw Lammetink geleid heeft de afgelopen periode tot aardig wat plaatsingen waar u ook over bent geïnformeerd. Hadden we dat niet gedaan, dan hadden we met een veel groter aantal mensen in de bijstand nu gezeten. En het is al gegroeid, dus dan had het nog veel groter geweest. Begeleiding is belangrijk, absoluut. En u zegt het uitvoeringsplan, hou wel in de gaten de werkdruk bij de afdeling MO. Ja, maar in dat uitvoeringsplan zullen we ook rekening moeten gaan houden met, en dat is niet gebeurd in het voortraject, dat er ook uren naar HRM moeten geschreven worden. Dat bij personeelszaken men hier ook werk aan heeft. Dat bij de afdeling Financiën, Salarisadministratie, dat daar ook uren op zitten. En dat is allemaal niet gebeurd.
Met de beste bedoelingen is dit project gestart en we moeten nu echt de boel gaan fine-tunen. Mevrouw Lasje, de ambities, ik heb er al even één genoemd. Dat vond ik eigenlijk de allerbelangrijkste. Namelijk dat de mensen efficiënt werken, maar dat ze zich vooral gekend voelen. En ik ben van mening dat dat gelukt is. Hoewel de overgang bij sommigen zeer emotioneel is geweest en heel veel onzekerheid, et cetera. Maar dankzij een goede contacten en veel voorlichting, persoonlijke gesprekken, is dat in goede banen geleid. En de reacties heeft u zelf ook wel gelezen van de mensen die geïnterviewd zijn. Een uitvoerder is meer een begeleider, precies. En daar zit wat mij betreft ook de wrijving. Is dat met bijscholing te doen? Ja, dat hangt van de persoon in kwestie af, dat durf ik u niet te zeggen. Maar daar, die verantwoording ligt wat mij betreft in principe bij de leidinggevende en de verantwoordelijke managers. Maar ik zal daar zeker met ze over in gesprek gaan. Maar dat is niet direct de taak van de wethouder. Maar dat het aandacht verdient, ben ik zeker met u eens. Nou, voorzitter, ik dacht dat ik zo de vragen beantwoord had. En wij, nogmaals, wij zijn voornemens om de aanbevelingen, en die zijn, het is echt een erg goed onderzoek geweest, waarvan twee goede onderzoeken, waarvan wij zeggen, nou, daar kunnen we echt wat mee. En we willen dat ook een vertaalslag gaan geven. Dank u wel, meneer Van Leeuwen. Ik zie geen rode lampjes, dan concludeer ik dat we kennis genomen hebben van de evaluaties van de stichting Dalsen Werkt. De verbeterpunten en aandachtspunten, aanbevelingen die zijn of die worden opgepakt. En het uitvoeringsplan komt eind van dit jaar naar ons toe. Ik heb geen toezeggingen verder genoteerd. Ik heb eentje gedaan aan meneer Wildvank. Neem me niet kwalijk, meneer Wildvank. Dat ging over het nadelige saldo oplopend naar 2020. En daar zou ik nog even op terugkomen. En inzicht. Tijdsbesteding, ambtelijk. 2014, was dat toen wel of niet? Ja. Maar ik zag de heer Veldhuis al instemmend knikken, dus ik nam aan dat hij met mijn antwoord genoeg nam. Oh, dan strepen we die toezegging. Nou, van harte, ik dank u wel voor uw inbreng. En daarmee is punt 8 voldoende behandeld op dit moment. Kom ik bij punt 9, sluiting. Ik dank u hartelijk voor de lange zit vanavond, voor uw inbreng en deskundigheid. En dank u wel voor de beantwoording en het college voor de vele, vele, vele vragen die ze hebben beantwoord. Op de tribune hartelijk dank voor uw aanwezigheid en ik sluit de vergadering. Tot de volgende keer.